Zo jongens, welkom bij weer een nieuwe GTA Vrijdag. Heb je er zin in? Ram dan op die like-knop, want we gaan weer heel veel races racen. Start zelf ook je GTA 5 als je mee wilt doen. En geniet natuurlijk eventjes van het intro-nummertje. Ga plassen, pak wat eten en drinken. En dan gaan we er weer een leuke scene van maken. Daar zijn we dan, met een nieuwe GTA Vrijdag. Welkom allemaal in de stream, jongens. Super gaaf dat jullie natuurlijk weer allemaal bij zijn. Want we gaan weer lekker racen vandaag. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. En mocht je in de crew zitten, jongens, die Raski opnames crew, dan kan je natuurlijk gewoon joinen, kan je gewoon mee gaan racen. En dan misschien wel een race winnen. Maar van ons ga je niet winnen. Van ons ga je niet winnen. Nee, jawel, jawel. Je kan van ons wel winnen. Maar Mike die speelt sowieso mee. Mustafa die speelt sowieso mee. Misschien komen er nog wel andere mensen joinen. Jullie kunnen meedoen. Dus ik heb er weer ongelooflijk veel zin in. Dank jullie allemaal voor het intunen. Dank jullie allemaal voor het gedag zeggen in de chat natuurlijk. Super gaaf dat jullie erbij zijn. En heb je er nou zin in? Ram natuurlijk zo'n keihard op liken, want het is een stream, maar je kan wel gewoon op het duimpje omhoog klikken. En dan gaan we knallen. Ik heb inderdaad weer een blouseje aan, jongens. Ik zweer het je. Ik vind die blouses echt lekker zitten gewoon. Dus ja, ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Geen t-shirts meer, maar blouses deze keer. En dat rijmt ook nog eens. En ik heb er zin in, jongens. Dus dank jullie allemaal voor het intunen. En thanks natuurlijk ook nog steeds. Nog steeds voor alle support op de normale video's. En mochten jullie GTA Vrijdag erin willen houden, dat gewoon elke keer op een vrijdag we live gaan met GTA, laat me sowieso weten. En dan kunnen we misschien volgende week wel weer live gaan. Maar nu gaan we eerst gewoon 2 uur lang racen zonder 1 DNF te halen. Gewoon helemaal niks, noppes, nada. We gaan geen DNF's halen, want dat kunnen we niet halen, want we zijn veel te goed. Nee, oké. Je hebt in de België tegen Nederland serie en ook de normale races heb je wel gezien dat we op zich wel wat DNF's kunnen halen. Maar vandaag gaan we er geen 1 halen. Gewoon helemaal 0. alright jongens, we gaan overschakelen naar de game. Ik heb er zin in. Dan zal ik ook even de rest zo meteen unmuten. En dan gaan we gewoon beginnen. Dus start je GTA op. Ik wacht heel even tot iedereen is opgestart. Dan kunnen jullie ook allemaal joinen. We starten meerdere playlists. Dus kom je niet in de eerste playlist, dan heb je wel kans om in de tweede playlist te komen. En dan komt het wel helemaal goed. Maar Daniel, Jeff, Liewe de Best, Jamie, Finny, Joran, Keanu, BTC, Tibe, Milan, Lars, Stan, Chris, Kobe, Justplay. Welkom allemaal bij de streamers als jullie erbij zijn. Mees, welkom bij de stream. Tekko die zegt in de chat, een DNF is een 12 uur lange stream. Dat is een deal, Tekko. Ik heb niet mijn vingers gekruist, hoor. Robby, Keanu, Keo, Diek, Jefossi, Nicolas, Jaden, Joran. Wow. Rustig, jongens, in de chat. Steven, Stijn, Bob, Jens, Denzel, Hond, Jorn, Prins, Stan, Liano, Wimpy, Mike, Seppe, Vincent, Quint, Sietse, Mani, Kenny, Imri, Nicolas, Joep, Hidde. Welkom allemaal bij de stream, jongens. Dank jullie wel voor het intunen. Mocht je mee willen doen, Mike die zegt het ook in de chat. Alleen als je op de PlayStation speelt, kan je meedoen. Oftewel PlayStation 4 of PlayStation 5. Want helaas zit er geen crossplay in GTA. Misschien gaat het in de toekomst wel veranderen met de nieuwe GTA. Maar ja, voordat de nieuwe GTA, GTA 6, uit gaat komen, zijn we wel een aantal jaar verder. Dus
Ja, ik heb geen idee. We gaan het gewoon meemaken allemaal. Yo, 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 Juraski. Yo, 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 allemaal. Alles goed met mij? Gaat die lekker, Inge? Gaat die ook met jullie lekker, jongens, in de chat? Ik hoop het wel, namelijk. Het was vandaag wel een raar dagje, moet ik zeggen. Met de regen en toch weer zon. En zo, ik heb zelfs dingen van tornado's zo gehoord. Ik heb geen idee. Dus het was een raar dagje. Maar gelukkig is het wel een klein beetje afgekoeld. Want het was gisteren echt wel warm ook gewoon. Eens even snel kijken. Farai, die had nog 1 euro genereerd. Dus dankjewel sowieso voor je donatie. En zegt, yo, mag ik meedoen? Mocht je in de crew zitten, de crew die staat sowieso in de chat aangegeven. Kan je de crew joinen. En dan krijg je letterlijk, daar komt hij, nu een invite. Dus dan kan je nu de sessie joinen, kan je nu meedoen. En als die vol zit, zit die vol. Dan maken we na een paar deze gewoon weer een nieuwe playlist. En dan heb je weer opnieuw kans om daadwerkelijk te joinen. Dus komt erbij. En dan kunnen jullie gewoon lekker meedoen, jongens. Jan, je bent de baas. Dankjewel. Joep Vos, thanks voor je support, jongen. Dankjewel. Ja, Siri zegt hetzelfde. Dankjewel ook voor je support. Gaat met mij ook wel goed. Lekker bezig, Max Games. Goed om te horen, jongen. Dankjewel sowieso voor de 1 euro donatie. Varai. S-W-A-X, oftewel Zwax. Zo, die kan ik niet uitspreken, ouwe. Zwax. Dankjewel voor het lid worden op mijn kanaal. Super gaaf. Geniet natuurlijk van alle voordelen die erbij komen kijken. Zoals de emoticons in de chat, et cetera, et cetera. En heel erg bedankt natuurlijk voor de support. Dankjewel, dankjewel voor het lid worden. Alright, ik ga eens eventjes de rest unmute, jongens. Jij bent echt een redder, want dat had niks te doen. Hé, hey, daar zijn we voor, jongen. Daar zijn we voor. Welkom bij de stream, man. Welkom, welkom. Ik zal eens even de rest unmuten. En dan gaan wij starten. Goedendag. Hallo. Hallo. Hoe gaat het met je, Mustafa? Goed. Ja, klaar om geen enkele DNF te halen vandaag? Geen DNF sowieso. Oké, goed zo. En hoe gaat het met jou, Mike? Ja, goed. Ja, lekker. Jij gaat wel DNF's halen, hè? Ik hoop van niet. Oké. Ik ga gewoon starten. Dan gaan we het zien houden. Ik heb er zin in. Ik heb echt, ik zweer het je, ik ben letterlijk net thuis gekomen. Ik heb mijn auto geparkeerd. Ik ben naar de wc gegaan, want ja, dat moet ook gebeuren. Ik heb mijn fles met water gevuld, dus we hebben genoeg water. En ik heb gewoon random races in de playlisten toegevoegd. Dus of het kunnen letterlijk de slechte races zijn die jullie ooit hebben gezien. Of het zijn gewoon beast races. Maar ja, het probleem is, we komen er maar op één manier achter. Ik heb echt deze keer geen idee wat ik heb uitgekozen gewoon. Voor de opnames en... Altijd, ik check altijd of het echt wel een beetje normale races zijn. Maar ik had er nu geen tijd voor. Ik dacht, ik wil die stream starten. Want het is al 8:30. Dus ik hoop dat het normale races zijn. Ik hoop het. Yo Jan, yo Idrisse. Welkom bij de stream. Deze reacties worden toch niet gezien door Jan. Oh, nou in dat geval hoef ik hem ook niet op te lezen, Joris. Thomas Harmsen, die had nog 3 uur geneerd. Dat wil je shout-out doen naar Sander. Hey Sander, shout-out naar jou. Hey Mike, wil je ook een shout-out doen naar Sander? Zeker, shout-out naar Sander. Dat is zo'n droge tijd. Ik heb contact aangezet. Wilde ik net zeggen. Dit is echt totaal niet slim. Bro. Dit is de eerste race. Ik zat misschien niet helemaal op te letten. Oké, een helikopter. Dat is niet... Dat is wel erg in contact, nou, zo te zien. Pas op, jongens. Het is vroegelijk contact met kijkers. We gaan genieten van de eerste race. Hey, dankjewel Thomas voor je 3 euro donatie nog, jongen. En Milan Ouwendorp, die had ook nog 3 euro genereerd. En hij zegt, Jan, je bent de beste. Hey, dankjewel bro. Dankjewel Milan voor je complimentje en ook je donatie. En geniet natuurlijk lekker van de stream. Heb ik mijn wieliekjes nou in of niet? Ik zit op de platform vast. Echt? Dan moet je even respawnen, denk ik. Je moet sowieso wel op je knopje drukken dat je wieliekjes ingaan. Ja, dat heb ik inderdaad. Wacht, Mike, dat weet jij wel. Als je zo'n hoedje op hebt, dan heb je toch heel veel mensen gekild? Zo'n puntmuts. Want YouTube Hond, die heeft een puntmuts op. En volgens mij kill je dan in freeroam iedereen die je tegenkomt. Dat weet ik zelf geen idee. Maar als ik YouTube Hond ken, dan heeft hij denk ik wel iedereen gekild. Ja. Ah, iedereen zit met de beuk. Oh, dat was jij, bro! Ik rij over het teentje heen. De campers, die moeten weg. Oh. Zo. Ja. Nou, jij zit op een paaltje. Ja, ik zag jou, hè. Ik zag je op een paaltje zitten. Sowieso eerste. Ja, nu niet meer, Jeff. We lagen heel even een mooie eerste, maar toen ging alles weer fout natuurlijk. Wieltjes weer inklappen. En iets minder bij Jan, of niet? Ja, daar zat een paal aan de weg die ik niet helemaal had gezien. We moeten ook precies door dat cirkeltje, want anders komt het niet goed namelijk. Ja, jij was toch goed in mikken, toch, Jan? Ja, dat wel. In de wc, maar verder niet. Weet je wat ik echt mis? Dit is geen grap, hè. Weet je wat ik echt mis in mijn huis?
Gewoon een urinoir. Als ik het goed uitspreek. Oh, ik ga naast die buis. Shit. Dat je gewoon... Het is zo vervelend als je naar de wc moet. Dat je moet gaan zitten in je eigen huis. Ik wil gewoon staat kunnen plassen. Zonder dat ik echt hoef te mikken gewoon. Hoe ideaal. Als je naar een café of zo gaat. Of naar de bioscoop of wat dan ook. Dan is het toch chill dat je gewoon kan staan. En gewoon eigenlijk niet hoeft te mikken. Want je raakt toch wel. Of ben ik de enige die dat heeft? Nee, lekker relaxed, makkelijk. Dat is toch chill? Ooit een keer... Dan ga ik er gewoon in aanschaffen. Veel makkelijker. Oh, dat is een lekkere teleport. Ik lig... Huh? Ik lig met mijn auto in het water! Nu ben ik ook opeens op het pad. Ik was niet veranderd van voertuig, dus ik lag met mijn auto... Lag ik in het water te dobberen, ouwe. Nou, lekker. Nou, dankjewel weer. Moeten we naar je... Wat is dit voor race, jongens? Nou, een boomstamrace zie ik ook, want ik knal vol tegen boomstam hier aan. Echt? Ja, dat is goed, want we beginnen geen DNF halen. Ik lig nu op de 10e plek. In de eerste race. En er zitten 16 mensen in de lobby, dus... Je zit ook voor race ook. Hoi, Kenny. Doei, Kenny. Wacht, moeten we hier die berg op? Ja, maar dat red je wel makkelijk. Oh ja, die red ik makkelijk inderdaad. Ja, andere mensen niet. Ik lig nu achter, dus ik ben in de... Oh, die boomstammen. Ik ben er nu ook. Are you kidding me? Kijk uit met zometeen als je zo'n... zo'n pick-up bent met die van die tonnen naast je. Oh ja, ik zie het, ja. Maar dan kan je wel over het water heen met dit ding. Ja, klopt. Maar sturen kan ik niet. Oh nee, sturen dat... Oi, yo, ik heb nog twee wielen. Hé, ik heb deze custom. Kijk mijn velgen, ouwe. Ik ben echt een swaggerboy. Ik kan jullie allemaal inhalen. Kijk hoe snel ik ben. Nou, Mustafa. Ik ben op het water dobbelen. Oh shit. die vaten aan de zijkant zijn inderdaad... Die steken wat uit. Auto. Oké, we kunnen weer verder. Ik was zo blij dat ik hem custom had. Als ik jullie allemaal kan inhalen, kom ik het bergje niet op. Ongelooflijk dit. Hey Mike. Hey Moes. Ja, ik ga je gewoon uit de lucht halen. Kom eens even hier. als ik nu... Jongens, als ik serieus de allereerste race DNF had, dan kan ik de titel aanpassen gewoon. Ja, maar beter dan in Nederland versus België, hè? Dat is wel... Ik hou liever hier in DNF dan in de serie, inderdaad. Wat vinden jullie eigenlijk... wat vinden jullie van Nederland tegen België, chat? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik zie je reacties altijd wel staan, maar nu kan ik jullie live reacties zien natuurlijk. Want ik vind het echt... Wow, ik vind het echt wel leuk om te doen namelijk. Goed zo, Mustafa. Ik ben lekker aan het vliegen. Hoppatee. Ik ben de grootste fan. Awesome, Ilham. Dankjewel voor je support, jongen. Dankjewel. Quick Games, die had nog €5,49 geneerd. Dus high five voor jou sowieso, bro. Hij zegt challenge. Oké, daar komt hij, jongens. Jij, Mike en Mustafa moeten een prank call doen als jullie een DNF halen. Ja, maar dan hoeven we dat niet te doen. Niet te doen. En de volgende race 10 seconden wachten bij de start. Ja, maar hey, dit is even een serieuze vraag. Heb je ons ooit een DNF zien halen? Mijn ding is niet op tijd opgeladen, serieus. We hebben nog nooit in geen enkele video een DNF gehaald, toch? Of denk je nou, wat zeg ik het nou verkeerd? Mustafa, wat ben jij aan het doen, bro? Oh. Ja. Ik kon ook niet springen. Het is echt top dat je Nederland tegen België hebt gedaan. Hey, awesome, man. Hoeveel vraag je ervoor om België te laten winnen? Ja, maar dat... Weet je wat het is? Het is eigenlijk voor hun onmogelijk om nog te winnen. Hè, Mustafa? Ga je zo stil van? Ah, joh, zo ver liggen jullie nog niet achter. Het kan nog allemaal veranderen, hè? Je weet het niet. Het kan nog allemaal veranderen. En heel veel, weet je wat heel veel mensen ook vragen? Of we het in plaats van tot de 250 punten, tot de 500 punten willen doen. Ja, klopt. Wow. Zag ik ook heel veel. Maar we kunnen altijd een nieuw seizoen starten natuurlijk. En we kunnen misschien kunnen we ook nog wel een keer Race to Victory terugbrengen. Dat het gewoon solo is, dat we niet in team zitten. Kan ook nog wel briljant zijn. Dan weet ik al dat Mike sowieso laatste wordt, dus dat scheelt. Hop. Zo goed ben je niet, Mike. Je zit gewoon... Altijd als ik een playlist heb gemaakt, zie ik de races een dag van tevoren al te rijden. Ja, zeker. Je, dan kan iedereen het, hè? Nee, grapje. Leuke race. Voor mij is het steeds best light. Ja, ik zie een DNF lopen, maar als het goed is... Oké, is hier de finish. Woe! Dankjewel. Geen DNF in race 1. Dat was wel een leuk raceje. Klopt. Ja, titel is nog... Klopt nog. Klopt nog wel, ja, nu nog wel, hè. Jongens, dat was een stream, want de titel die klopt nog namelijk. We stoppen er weer mee. Nee. De challenge geldt voor heel je stream. Ja, Quick Games, maar we halen vandaag toch geen DNF. Komt helemaal goed. Dankjewel voor je €5,49 donatie, Quick Games. Dankjewel voor je support, jongen. Poederoem, pam, pam, pam. Ik heb zo'n gevoel dat we gewoon
dat ook nogal gaat gebeuren dat we een DNF gaan halen. We zeggen van niet, maar... Nee, maar weet je wat het is? Je moet in het leven gewoon een beetje zelfvertrouwen hebben. Ja, dat zeker. Alleen, misschien hebben wij vandaag iets te veel zelfvertrouwen. Dat kan ook. Ja. Hoe heb je Mustafa leren kennen? Eigenlijk hadden we nog iemand nodig voor Nederland tegen België die gewoon op zich wel goed was. En toen zei Mike van, ik ken nog wel iemand, want dat is Mustafa. En toen zei ik, nou wil je vragen of hij mee wil doen? Alleen waar we nu achter zijn gekomen is dat Mustafa helemaal niet zo goed is. Dus nee, grapje. Oh. Nee. Ja, dat was jouw tactiek om gewoon... Ja, dat was jouw tactiek. Je dacht, ik nodig een Belg uit die niet zo goed is. Nee, grapje Mustafa. Je kan serieus goed racen. Maar je kan heel veel mensen, dat was ook met Perry zo. Het is heel anders om gewoon, zeg maar, mee te doen in een stream. Zoals nu iedereen die in die playlist zit. Dan dat je meedoet in natuurlijk bijvoorbeeld Nederland tegen België of niet. Want je moet in één keer wat zeggen. Je moet in één keer op mij letten of ik je naam niet noem. Als je niet zit op te letten en ik zit tegen je te praten, dan kan je natuurlijk ook niet antwoorden. Het is heel anders dan als je gewoon mee race dan dat je in een video meedoet. Want dat rijdt gewoon heel anders, want je moet op veel meer dingen letten. Maar je doet het goed, jongen. Je doet het goed. Daar gaat het om. Hoe oud was je toen je 12 was? Nou, eigenlijk 13, want je nulste jaar tel je niet mee namelijk. André, die had nog 20 euro geneerd. Hey, dankjewel voor je support. Je krijgt van mij 4 high fives. Gewoon omdat het kan. Hij zegt, Nederland tegen België is een leuk concept en een leuke serie. Kijk eens aan. Zit altijd te wachten op een nieuwe video. Hey, goed om te horen, André. Super gaaf, jongen. Ja, er komen nog genoeg afleveringen aan. De tussenstand, of de eindstand is nog niet bereikt. Dus dat komt helemaal goed. Dankjewel. Oh, wat is dit? Oh, dit is een banger race. Ja, dat is goed. Oh. Dit is wel met contact races, hè? Ja, maar dit is een banger, hè? Dan mag het. Ik ga naar rechts. Oké, dat was de verkeerde kant. Want de wolf zit achter me en die houdt een beetje van beuken. Maar hij is een bandje... Oh nee, ik ben een bandje verloren. Ik ga jullie sowieso tegenkomen. Jullie hebben links gepakt, of niet? Ja. Oké. Dat is niet het beste idee eigenlijk, want daar zitten de meeste mensen. Ja. Alleen ik wil jullie ook liever niet tegenkomen. Oeh, ik kwam precies uit met een sprongetje. Dat willen we hebben. Hé, maar dankjewel André voor je 20 euro donatie, jongen. Dankjewel voor je sport, bro. En super gaaf dat je natuurlijk sowieso bij je bent in de stream. En ook bij de video's zo te horen. Dankjewel, man. Go, go, go. Holy shit! Zo. Ik knalde precies tegen hem aan, jongen. Het kon niet erger gaan dan dit. Oi. Oké, gas erop, Senne. Maar dit... Ik moet eigenlijk wel contact gaan uitzetten. Want ik ga echt mezelf naar je door mezelf een DNF te geven door contact. Ik moet even wat beter op gaan letten, denk ik. Nee. Goed zo, kijk. Zij zitten elkaar ook te beuken. Het is geen Nederland tegen België, jongens. Jullie horen bij elkaar vandaag. Ho! Ik krijg dat hobbeltje mee. Als je perfect uit laat komen, dan ga je zo snel, jongen. Maar dat is lastig. Roink. Ik rij wel hier helemaal alleen. Jullie zitten met veel mensen, of niet? Ja, ik zit met twee andere mensen. Oh, wacht. Ik kom nu bij heel veel mensen hieruit. Hallo allemaal! Zo. Hey Mike, jongen, Mike! Ja. Kijk uit, hè! Dat is een vangrail, Mike. Oh, joh, die gast doet mij beuken, jongen. Oh, nice. Ik haal hem precies. Pas op voor die Sven. Oh! Ik ga weer naar rechts. Wat hebben jullie gedaan? Hey, kan je dat nog een paar keer doen? Want ik lig nu wel mooi derde namelijk. Maar iedereen komt achter me aan. Ik ben een beetje bang eigenlijk. Hoe lang speel je al GTA? Sinds de release. Oftewel, 8 jaar. Het is zo lang. Het slaat toch helemaal nergens op eigenlijk. Ik ben heel erg benieuwd wat ze met GTA 5 op de PlayStation 5 gaan doen. Want ze gaan nu natuurlijk... Ik weet niet of je dat had gelezen, maar ze gaan de servers van de PlayStation 3 en de Xbox 360 gaan ze offline halen voor GTA. Dus dan kan je die niet meer online doen op die twee consoles. Maar natuurlijk moet wel GTA 5 nog uitkomen op de PlayStation 5. Dus de vraag is, ze hebben vorige keer de graphics aangepast en first person toegevoegd, wist je nog, op de PlayStation 4? Maar wat kunnen ze nu nog meer doen om hem uit te brengen op de PlayStation 5? Misschien wel dat je meer props in races of zo kan gebruiken, dat zou echt wat chill zijn. Ja, of minder, gewoon beter invite systeem ofzo, dat ze dat iets kunnen fixen misschien. Ja, en die bookmarked race en alles. Maar ja, aan de andere kant, ze kunnen die game gaan ze niet meer helemaal aanpassen natuurlijk. En de graphics... ze hebben het al een keer aangepast. Ik ben echt heel erg benieuwd wat ze ermee gaan doen. Want ze gaan er wel gewoon weer natuurlijk 30 of 40 euro voor vragen. Dus ze moeten wel iets aanpassen. Het kan niet gewoon dezelfde game zijn.
Oh mijn god, er vliegt iemand hier voor me. Ja, ik sta twee, dus ik ben een beetje aan het concentreren voordat ik zo meteen weer bij iedereen... Oh, daar ben jij! Ja, ik kom even achter je aan. Pas op, hè, jongen. Ik moet eigenlijk die nummer 1 even een beukje gaan geven, of niet? Ja, die rijdt, die vliegt daar al. Die ligt echt super ver... Wow, ja, dat had ik geluk, jongen. Ja, dat is nummer 1, Mike. Dat is de nummer... Ja, goed zo, Mike. Ja! Hij is erop! Gassen! Hey, later, hè, bro! We liggen eerst, tweede, derde, jongens. Moes ligt achter me namelijk. Let's go, Moes. Kom. We got this. Het is laatste lap toch ook? Ja. Oh, nice. Oh, nice! Kom op, Mike. Gas. Dat is te veel gas. Gaat goed. Bro, als we eerst tweede, derde kunnen worden, zijn we echt beast hoor. Je kan zeggen wat je wil. Ja, maar ik heb er eigenlijk niet zoveel vertrouwen in eigenlijk. Nee, ik eigenlijk ook niet. Ik had het eigenlijk ook niet hardop moeten zeggen, want zometeen gaan mensen terugrijden. Mustafa! Oh, sorry! Ik kon er niks aan doen! Mike die ging helemaal wijd. Ja, Mustafa wordt ingehaald door Pieter! Pieter Post! Ja. Die gaat buiken hoor. Ja, ik ben bang voor hem. Oh, hij moet slipstream, jongens. Jongens, Pieter, wat hebben we afgesproken? Helemaal niet. Ja, lekker, Mustafa! Ja, red. Ik kan niet. Hij haalt mij nog in. Hier is de finish, jongens. Hou Pieter even tegen. Moest pakken. Ja, in ieder geval eerste. Ja, ik ben vierde. Nou, nah, dit was zo mooi, jongen. Bijna gewoon alle drie een podiumplek. Ik was vierde. Oh, die actie bijna op die blauwe auto. Ja, je beukt er gewoon helemaal die vangrail over, hè. Van weg te mee. Een stapje maken. Deed hij helemaal zijn best. Was hij redelijk aardig ook voor ons. Want daar staat niemand te beuken. En dan wordt hij vol de vangrail overgebeukt. Oh, hij zegt ook in de chat. Mike, dat was niet nodig, hè. Lekker, hoor. Lekker, man. Oh, heerlijk. Ja, en ik heb een mededeling. Mijn vader is 49 en hij is gewoon fan. Hey. Shout naar de vader van Stefan Poelen. Pietertje wat onaardig weer. Nee, Pietertje wou gewoon een bronzen medaille. Dat geef ik hem geen ongelijk in. Kaaskop Leo, die had nog 3 euro naar deze join. Dan komen de stream highlights ooit terug. Nou, als ik live ben met GTA Vrijdag, dan blijft hij sowieso online staan. Dus je kan deze stream altijd terugkijken wanneer je wil. Plus stream highlights maken, dat kost natuurlijk best wel veel tijd. Dus dat is eigenlijk het lastige eraan. Ja, dat is het eigenlijk. Dus het is best wel lastig, maar ja, ik vind het sowieso GTA Vrijdag wel leuk. Dus we moeten hem er wel proberen in te houden natuurlijk. Dankjewel in ieder geval voor je 3 donatie. Kaaskop Leo, dankjewel voor je support, jongen. Renze de Haan, die had ook nog 5 euro genis. High 5 voor jou. Hij zegt, Jan, zeg in Friesland bobben. En de rest is grobben. Jij kan ook geen Fries, hè, Mike? Nee, totaal niet. Ik ook niet. En wil de rest dat ook zeggen? Dat gaat niet goed komen, denk ik. Nee. By the way, je bent jezelf en dus de baas. Kijk eens aan, Rens Daan. Dankjewel voor je 5 euro donatie, jongen. Geniet lekker van de stream, bro. Dankjewel voor je support. Ik zet toch maar even non-contact aan, jongens. Lijkt me wel verstandig. Toch dat kunnen we wel tijdens Nederlands vs. België wel doen. Ja, maar met kijkers is het altijd een risico. Helemaal met parcoursraces. Want voordat je het weet sta je met z'n 16e voor een bankje. En gaan er de mensen voor staan. Dan kan je gewoon niet verder. Maar non-contact is ook goed. En Denzel van Holland, die had ook nog 3 euro genezen. Dat kan je shout-out doen naar Thomas Harmsen. Hey Thomas, shout-out naar jou, jongen. Dankjewel voor je 3 donatie. Denzel, dankjewel voor je support, man. Dankjewel. Wat zou je doen met 1 miljoen euro? Een auto en een huis kopen. Dat je gewoon een supermooi huis hebt. Een supermooie auto hebt. Die heb ik eigenlijk al. En dat je daar gewoon heel je leven niet meer aan hoeft te denken. Gewoon. Oh nee, jongens. Oh, we moeten die boot op. Oh. Oh, iemand springt er overheen. GG. Oh, ja. Iemand gaat op zijn... Nee. Iemand ging op zijn... Ja. Hé, hey, jongens, ik zit vast hier. Oké, okay, want dat doen we even opnieuw. Oh, ik ga nu ook op mijn mel. Nee, niet. Shit, ik kom er niet op, jongens. Oh, gaat erop. Oké, okay, nice. Oh, wat? Mijn motor. Oh, waar moeten we naartoe? Ja, het checkpoint zit gewoon in de grond nu. Of wel in die... Ik weet niet, oh, you kidding me? Ik sprong er naar beneden. Maar die... Ik moet hem opnieuw doen. Oh, nee, dan moet ik heel dat trappetje ook opnieuw doen. Jongens. Oh mijn god, wat is dit in godsnaam? YouTube hond is ook gevallen. Oh, wat?
Kut. Dit is echt niet leuk gewoon. Gelukkig zitten er hier nog veel meer mensen vast. Ik had hem al gehaald, maar ik had de checkpoint niet houden. Je moet hier een beetje kluiden. Gaan, gaan motor! Oh my... Ga je DNF toch, Jan? Nee. Wat doet de motor? Ik geef gas vooruit en hij rijdt naar achter. Dit is... Oh, ik kom het randje niet op. Zo, wat zie ik allemaal in de lucht nog hangen? Ik kom het randje niet op, jongens! Help! Ik zit hier nog met twee anderen. Dat zijn de enige. Are you kidding me? Hey, YouTube hond. Als we een DNF halen, doen we dat samen. Kom op, Jan. Ik doe het serieus. Maat, wat is dit? Ik moet echt een keer die Bati gaan tunen gewoon. Ik zit nog steeds op die Akuma, maar... Nee, ik kom het randje niet op. Ik ga zo'n harde DNF halen. Probeer gewoon wat meer aan de rechterkant, Jan. Helemaal. Wacht, ik sta er nu op. Maar je kan ook geen gas geven op dat randje. Oh my god. Want als je meer naar de binnenkant gaat, dan... Maar ik heb heel de tijd een randje als ik erop ben, gewoon. Bro! Ik sprong er overheen nu! Ja, dit wordt zo'n harde DNF. En het ergernis, hè, ik had hem al gehaald, maar ik had de checkpoint niet. Nee. Jongens, de titel is gewoon nog de waarheid van vandaag. Op dit moment wel nog. We mogen het ook het andere schip Are you kidding me? Ik haal hem gewoon niet! Ik doe serieus mijn best, ouwe! Het ergste is... Ik ben niet... Ja, shit. Ik kom gewoon niet op. Ik zit weer vast op dat randje. Ik kom dat randje niet over. En nu kan je geen gas meer geven als je erop staat. Weet je, je moet op dat volgende schip moet je echt van links. Hoezo zit daar een randje? Er zit helemaal geen randje, game! Bro, ik sta gewoon vol op de laatste plek. Maar ik ben volgens mij ook de enige in die. Oh, ik heb hem! Ik heb hem! Ik kom eraan, jongens. I got this. Na 3 minuten verder. Hoe ver lig ik achter? Niet zo ver, toch? Bij mij sta je bijna 3 minuten achter. Oh, dat kunnen we nog wel... Dat kunnen we nog wel goed maken. Komt er nog veel moeilijks aan, of niet? Je moet sowieso... Moet je dat trappetje op? Je moet hier naar links. Nou, je moet even gewoon de aanwijzingen met de pijlen goed volgen, Jan. Ja, ik heb het door, inderdaad. Waar moet je nou weer naartoe? Dit is een random race, bro. Oh, die heb ik vol gecheat. Dat willen we zien. Alleen ik catch er wel vanaf. Oké, kom op. Kom aan. Nee, niet meer uitlachen, Liam. Oh. Ja, ik ga hier ook echt achterstevoren op dat ding. Iemand stuurt me een berichtje. Kom op, Jan. Je kan dit. Als iedereen in de lobby nou even een berichtje stuurt, wat 3 minuten kost. Ik moet echt doorrijden. Ik kan er niet van afvallen. Als ik er 1 keer van afval, dan... Heb ik sowieso een DNF. Ik sta 14 nu, jongens. Ik heb 2 man ingehaald. Alleen jullie zitten te struggelen, of niet, ergens? Oh, glide naar de checkpoint. Oh, ik heb hem. Hoppa, first try, man! That is what we like to see, 13e. Oh, Mike! Ik dacht, wie stuurt me nou een berichtje? Is het Mike? Oh, die vind ik mooi, jongen. Ik doe mijn best, Mike. Ik kon het even niet laten om een berichtje achter. Ja, maar er zitten zoveel randjes overal. Maar ik ben wel bezig met een inhaalrace, hoor. Yo, waar moet je op die boot allemaal naartoe, joh? Ja, je moet een heel doolhof door, maar je moet daar nou gewoon precies goed timen om ergens te komen. Ja, je moet niet die randjes allemaal pakken. Oh! Moet je die trap op? Ja, je moet die trap op, of niet? Ja, voor mij wel. Ik weet het geen eens meer. Zo ver lig ik ook weer niet achter, Mike. Kom op, motortje. Volg de bordjes. Hij heeft wel goede bordjes neergezet in die race. Je kan het echt wel goed... Gaat goed. Je kan het echt wel goed volgen. Ja, dit is nog... Je moet een klein jumpje doen op een dun randje. Nou, ik...
mieten er elke keer af. Hé, Jan. Hé, ben ik gewoon bij je? Ja. Oh mijn god. We gaan met z'n tweeën de DNF halen. Hier iets meer naar links sturen. Ja. Ik stond hier net achterstevoren. En nu? Hier moet op dat randje. Nou, oh, ik ga veel start. Oké, okay. Maar hier zitten meer mensen vast. Kas Blom, dankjewel voor je 99 cent superchat donatie. En de rest ook, jongens. Ik moet me even concentreren, dus ik lees je zo meteen even allemaal op. Want anders gaat dit verkeerd namelijk. Oké, op dat randje landen. Ik ga weer te hard. Wat is dit? Ja, maar ik zit ook vast. Oh nee, ik geef echt gewoon een seconde gas, hè. En ik vlieg er vol overheen. Ik zit op dezelfde plek te struggelen nu, Mike. Waar ben jij, Mustafa? Hoeveel ze sta je? Tweede. Oh, echt? Oh, ja, nice! Ik heb hem, hè? Nou, ik sta 11e. Val nog wel mee. Moet je hier omkeren, ja, hè? Ja. Ik sta 12e, ik lig echt vlak achter je. We kunnen dit nog, Mike. Ik ben nu in Panto. Een Panto? Een Panto? Ja. Dan moet je moet hier niet rechtdoor. Je moet naar rechts. Komen. Links of naar rechts? Eén van de twee. Oh. Was jij naar beneden gesprongen, bro? Ja, dat was ik. Je moet naar links. Ik dacht, waar is Mike opeens? Maar die is gewoon vol rechtdoor gereden. Nee, dan kom je niet. Ik sta 12e. Oh, joh, dat is een goede boel. Waar zit de checkpoint? Ik heb wel die checkpoint gemist! Alweer! Yo, ik heb dat hele stuk goed gedaan, Mike. Maar ik had de checkpoint niet. Senna die stuurt jou, je bent de baas. Mike stinkt. Ja, Mike, jij bent vandaag het slachtoffer, zo te zien. Nou. Oh. Wie het langste bij is... Oh, we moeten die brug op, die groene brug op, helemaal naar boven. Kom op, motortje. Dit is gewoon de race waar je sowieso een DNF haalt. Het zijn ondertussen nog 44 checkpoints. Gewoon puur. Ja, ze hebben gewoon expres die checkpoints verpest neergezet. Je moet helemaal doorrijden hier. Ik pakte dat rampje al, zeg maar. Maar je moet een stukje terug om, zeg maar, de checkpoint nog te pakken. Wow, yo, ik heb wel de checkpoint. Woe! Nee, jongens, ik pak de Akumba omdat ik dat gewoon een leukere motor vind. Ik weet dat de Bati beter is, maar deze motor is veel leuker. Een beetje speciaal zijn, ja? Als je zo meteen weer naar beneden gaat, moet je oppassen dat je niet aan het begin, als je op dat dunne randje gaat, te veel links of rechts gaat, want dan kan je er doorheen vallen. Ik ga het sowieso niet te snel doen, want ik weet bij die hobbeltjes, dan lanceer ik mezelf er weer vol vanaf. Waar zit deze checkpoint? Oh, die zit daar helemaal in, jeetje. Oh, oh. Wat? Nee, Mike. Je moet het snel doen volgens mij. Ik ging langzaam en ik viel gewoon van mijn motor af, ouwe. Nou, ik word weer echt mijlen ver de lucht in gemieterd. Nou, voor moet je het echt rustig doen op een gegeven moment. Nee, volgens mij niet, hoor. Hoe heb jij het gedaan, Moes? Nee, je moet gewoon volle vaart. Je moet volle vaart in die buis landen, man. Je moet volle vaart, Mike. En dan een klein beetje een wheelie track op het einde. En dan vlieg je vol die buis in. Ik sta 9, alles is nog mogelijk, bro. Oh, ik had het bijna in één keer met die Panto. 8 jaar GTA, nog zoveel DNS. Hé, we halen er geen 1 jaar, bro. Nou, ik denk dat het voor mij wel langzaam in beeld gaat komen, dat DNF. Nee, you got this. Ik sta 9 nu, kom op. Ik zie de 8e plek alweer voor me rijden. Wacht, wat moet ik hier doen dan? Moet je over dat glas, Mustafa? Hij weet vast het heel van. Ja, hij weet het waarschijnlijk al niet meer, omdat we te ver achter liggen, maar... Wat is dit voor stront? Wat is dit? Hé. Yo, wat is dit voor stukje, ouwe? Yo! Nee, serieus, ik ben er weer naast, hoe dan? Ja, je moet in die buis landen, dan heb je hem. Ja, dat heb ik net gedaan. Oh, dan heb je hem toch? Nee, heb ik hem niet. Oh. Lekker, man. Nou, motorracen is ook niet mijn ding eigenlijk, het meeste. Wat is,
dit. Oh, ik heb de checkpoint. Hé, hey, ik sta achtste. Dat is geen DNF, jongens. Dat is op de DNF-loze plek. Ja. Oh, dit is echt een ramp, dit stuk. Oh, wie heeft dit verzonnen, ouwe? De maker. Ja, dat is wel waar. Daar heb je wel gelijk. Ja, ja. Ik heb hem. Ik krijg een berichtje van Nicolas. Hij zegt, Mike, kom op, je kan het. Ja, dat stuurde hij net ook naar mij, ja. Nee. Ah. Hij moedigt ons wel aan. Je kan zeggen wat je wil. Hé, hey, deze gast heeft precies dezelfde pand als mij. Hé, hey, oh nee, niet. Oh, je hebt de kleuren precies andersom. Yo. Hij heeft precies dezelfde kleuren als mij, maar... wat ik geel heb, heb hij zwart. En wat ik zwart heb, heb hij geel. Dat is wel geniaal. Oh, niet van het dak af. Drift, alsjeblieft. Sven, we kunnen alleen niet zo goed rijden, bro. We hebben wel mooie kleurtjes, maar daar houdt het ook mee op. Blijf op het dak. Blijf op het dak! Ik sta 9 ondertussen. Oh, dan lig je achter mij. Ik sta 7e. Oh. Hey Mike, ik zag je rijden, bro. Nice. En nu zijn er al mensen gefinished? Nee, nog niet. Nee, maar het is ook best wel een lange race, hoor. Ik zit pas op de helft! Jee. Mike, we kunnen nog eerste worden, jongen. Ik hoop echt dat er zo'n grote troll aan het einde komt, dat we gewoon iedereen kunnen inhalen. Oh, dat zou wat zijn, Jan. Oh. Ik ben wel nu van de laatste plek naar de 7e plek, we zijn wel lekker bezig. Het is echt even een concentratierace tussendoor. Niks in het midden blijven. Hallo, hallo, welkom bij de stream, bro. Oh. Panto! Ik ga achteruit. Dat kan niet meer, hè. Mijn Panto zat te glitchen. Waar moet je als je eraf springt, waar moet je daar naartoe dan? Ik kon nog achteruit. Gewoon de grond op. Oh, ja, naar rechts gewoon. En dan naar rechts, ja. Let echt op die stukken waar je met die Panto, zeg maar, 2 banden links, 2 banden rechts moet, want anders komt die goed. Er is iemand gefinished. Dus we kunnen helaas niet meer eerste worden. Oh. Er zit echt geen enkele checkpoint op dit hele stuk, hé. Ja, ik zie het. Gewoon niks. Als je 1 stukje faalt, dan moet je gewoon weer een hele minuut opnieuw rijden. Oh, ik viel er bijna af. Oh. Nice. Concentratie, niet er hier afvallen, want dan moet ik alles opnieuw doen. Kan je het beter soms even wat rustiger aan doen, dat je er echt niet van afvalt, dan dat je er dus vol doorgast en er wel van afvalt. Door het water. In het water. Door het water. Dat ging even niet heel lekker. Dus deze kleurtjes passen wel op mijn auto. Dus stiekem is deze race speciaal voor mij gemaakt. Nee, ik ben undercover. Oh, er ligt hier een pallet. Of wat het ook. Oh. Allemaal dingen op die steiger. Dat is ook niet echt de normale weg om te rijden in zo'n 50 km per uur karretje. Dat water. Oeh. Ja, dat je moet er oppassen hoor. Oh, daar ben je, hier ben je achter me. Ja, ik ben even bij. Ja, ik heb even een sprint gedaan. Ja, lekker bezig. Hop, 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 hop. Panto in galop. En een remschijf. Oké, dat was het. En hier tussendoor een weg manoeuvreren. Dat is niet zo moeilijk. Je moet die halve looping toch doen? Of gaan die halve looping, ja. Oh. Het is echt wel een goed in elkaar gezette race, hoor, maar... Er zit ook wel tijd in, hoor, want je moet precies de locatie weten en je moet ook testen elke keer. Ja. Dus ik vind het wel een leuk raceje. Hop. Maar je moet er wel voor concentreren. Zeker, oh, dat en wel. Ik word weer een motor? Ja, ik ben weer een motor. Oké, dan moet ik er denk ik ongeveer wel zijn. Ben jij al gefinished, Mustafa? Bijna. Oh, je bent er ook nog niet. Er is... Oh, dit is even... ik zie pijltjes. Oh, ik zie pijltjes. Ja, ik ben ook op bij een motor. Je moet die te gele trap ophouden. Oh, iemand zit bij me. Hallo! Oh, dat is Pieter weer. Pieter! Ga je me deze keer even niet inhalen voor de finish? Oh. Het staat wel echt ongelooflijk... Goed aangegeven allemaal. Ja, er zijn echt goede pijlen inderdaad overal. Die ook echt wel opvallen waar je naartoe moet. Dat is goed. Moet je helemaal naar boven? Ja, je moet helemaal gewoon de pijlen volgen, man. Oh ja, ik zie het. Alleen nu ben ik even... Oh, nu sowieso naar links, denk ik. Hier stond geen pijl. Je bent de pijl vergeten, maker!
Oké, dun stukje. Hier ben ik echt serieus nog nooit geweest hier. Oh, ik zit in Pieter te rijden. Dit is echt niet fijn. Niet doordenken alsjeblieft, maar... Ik heb hem wel ingehaald. Deze keer ga ik voor je finishen, bro. Wat moet je doen? Oh! 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 Bro, bro, bro! Ik zit met mijn voorwiel in dat ding. Dit is super vet! Oké, nice! Ik moet... Auw! Oké. Ik ben gelapt, ouwe! Yo! Hey, ik deed echt een zieke stunt. Ik kwam vol tegen die zeppelin aan namelijk. Ik land gewoon op mijn wieltjes. Dat zijn de echte skills. Dit was gepland, chat. Dit was gepland. Totaal niet, maar dat is niet erg. Niemand die het weet. Kom je halen, Jan? Nee, nee, nee. Je kan me niet meer inhalen. Hoppa. Oh, nice. Moest even zweden. Lekker bezig, bro. Als je dit nou ook in Nederland tegen België doet, dan kan je wat punten binnen slepen voor je team. Ja, of... Ja, Moes kan dat wel doen, maar als het team dan... ja, DNF haalt. Ja, dat is wel waar. Heeft het geen nut. Ryan. Ryan. Of ja, op zich zijn we wel gewoon... We zijn wel gewaagd aan elkaar, hoor, als ik eerlijk ben. Zeker. Ja, we hadden alleen... die eerste aflevering gewoon even inkomraces nodig. Yo, waarom ben ik dit gaan doen? Yo, 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 land hem! Oh, 250 rijenpunten, let's go! Ah, oh, die was echt sick, ouwe. Yo! Heb iemand geteld hoeveel frontflips dat waren? What, yo. Ah, oh, die was echt sick. En ik ben nog zesde, ondanks dat ik 3 minuten vast zat bij de allereerste checkpoint, ouwe. Moet je nagaan. Ah, ik ben nog zevende geworden. Oeh, lekker, hé, lekker, bro. En Mustafa tweede, lekker hoor. Oh, dit was een federation, jongen. Alleen dat beginnen was iets minder, maar... Wow, yo. Een stuk of 7. Ja, dat waren veel frontflips. Kijk, hier, de wolf die heeft het opgegeven. Die heeft er geen zin meer in. Die dacht ook, ik vind het mooi geweest. Jan, is er geen broeikas in je kamer? Het is toch donders warm? Nou, ik ben verhuisd, zoals jullie al een tijdje kunnen zien. En ik heb een ingebouwde airco aangeschaft. En ik zweer het je... In jaren tijd is dat echt een van mijn beste aankopen ooit, ouwe. En ik heb laatst een nieuwe prullenbak gekocht voor in de keuken. En dat is ook echt een goede aankoop. Maar mijn airco, die staat er toch wel ver boven. Dus het is hier gewoon 23 graden precies. Met een lekker fris luchtje. Zonder dat het geluid maakt. Want zeg maar de buitenunit ervan. Dus de unit die geluid maakt, die hangt gewoon heel ergens anders. Dus er komt gewoon de hele tijd een lekker fris windje naar binnen. Is echt, echt chill. Oh, Angelo zei dat er 12 frontflips waren. Hij heeft ze geteld. Kijk. Kijk. Awesome. Ik ga meteen abonneren. Hey, super gaaf, Delano. Als je nou bij de stream bent, by the way, en je denkt van, hey, wat is dit voor coole gast in zijn roze blouseje en een zesde plek samen met zijn vrienden die zevende en tweede zijn. Ram dan even op die like-knop en ram even op het abonneerknopje. En als je denkt van, wat is dit voor lul? In dat geval, ram even op die like-knop en op het abonneerknopje. Nee, grapje. Wat voor auto heb je? Ik heb een Ford Raptor. Lekker bezig dan. Dankjewel, Shadow. We hadden bij de weder wat donaties ontvangen. Namelijk van Totally Mixed Up van 3 euro. En hij zegt, hoi. Hey, René, Totally Mixed Up. Hallo, jongen. Dankjewel voor je 3 euro donatie. En geniet natuurlijk lekker van de stream, jongen. Welkom. Thiago is fan, die had nog 4 euro genereerd. Uit welke provincie kom jij? Oorspronkelijk uit Noord-Holland, uit Haarlem. Maar ik woon nu heel ergens anders, kan ik je zeggen. Dus ik ben een mug. 023, jongen. Nee, ik woon er niet meer. Dankjewel, Thiago, voor je 4 euro donatie. Geniet ook lekker van de stream, jongen. Kas, dankjewel nog voor je 99 cent donatie. Flux Kroephoek, die had nog 3 euro genereerd. Doe Mike de groeten van mij. Ik ben Silent Flux. Ken je wel, denk ik. Flux. Kijk. Hey, dankjewel, Flux Kroephoek. Oftewel Silent Flux. Of meneer Flux voor je 3 euro donatie. Dankjewel voor je support. Dylan die had nog 5 euro genereerd. Zij 5 voor jou. En hij zegt, alsjeblieft, Gap. Hey, dankjewel, Gap. Dankjewel, Dylan, voor je support. Geniet ook lekker van de stream. En Bastonjekoek. Hashtag no sponsor. Die had nog 3 euro genereerd. En hij zegt, succes met je stream, Jan. PS, succes met de naam uitspreken. Ja, Bastonjekoek. Kan ik wel. Ja, dat ligt in de supermarkt. Niet gesponsord, want hij heeft gedoneerd, maar... Dankjewel voor je support, bro. Geniet ook lekker van de stream, jongen. Dankjewel voor je donatie, man. Dankjewel. En Mars Anne, welkom ook bij de stream.
Wat vind jij de chillste auto nu, Mike, in de game? Van GTA bedoel je gewoon? Ja? Ja, welke class bedoel je? Gewoon super sport? Maar mag alles zijn. Wat vind je op dit moment de beste auto? Ik denk toch wel de Krieger, denk dat wel. Voor, ja, voor bochten, snelheid. Eigenlijk voor alles. Wel, eigenlijk voor alles is dat de beste auto, maar echt voor de rechte stuk en als je wil beuken. Is toch wel die jetauto. Als je wil beuken, wat is dit nou weer? Nee, maar Krieger is op dit moment gewoon de beste auto. Dat was eerst gewoon T20 Osiris was dat, maar dat is nu ondertussen. Nee, de Krieger geworden. Ja, dat denk ik ook wel. Sorry, ik ga hem gewoon even bijpakken. Oh, dat kan niet. Nou, T20 dan maar. Ik dacht, ik pak hem er even bij. Nee, Krieger is inderdaad wel... Als je zeg maar nu één auto in GTA 5 mag of kan kopen... dan is het toch echt wel de Krieger. Als je ook gaat racen natuurlijk. Ja, zeker. Het is tegenwoordig best wel makkelijk om gewoon... op een legitte manier om geld te verdienen. Op dit moment is er nu ook met Vigo Cargo 2 keer money. Dus er zijn best wel veel events als je een beetje snel geld wil verdienen natuurlijk. En als je de heist nog nooit hebt gedaan, kan je de heist doen. En als je met ons wil meerace en je wordt eerste, dan verdien je ook wel veel geld. Zeker. Maar dat is nog niet heel erg makkelijk, maar je kan het altijd proberen natuurlijk. Nou, als je een 30-man lobby eerste wordt, krijg je echt wel soms 40, 30k of zo hoor. Dat was op een gegeven moment 2-3 weken geleden was die stunt races double money. Nou, oh echt? Van 3-4. Dan kreeg je gewoon 70.000 of zo als je eerste werd. Ja, 70.000. Wow. Echt bizar. En dat voor één race, hè? Dat is echt wel veel. Ja. En ook op die overtime rumble op die. Wow. Met die Rooner landen, als je er echt ook de maximale ronde zet, krijg je 100. Ja, dan krijg je wel, ook heel veel geld. Ja, maar dat duurt ook wel langer, dan ben je echt gewoon een half uur bezig. Klopt. Dus... in het midden blijven, jongens! Ja. Wow, yo! Ik heb mijn gas losgelaten, iedereen kan me nu inhalen, maar... oeh, er zit een dun stukje in. Oh, mijn god. Ben je ernaast? Ja. Ah. Oh, ik ook bijna. Oh, oh! Wow, yo, er zit daar een randje, jongen, waar je tegenaan moet knallen. Dit is een soepele stunt, jongens. Wow, yo! Hey Mikey! Ja, ik heb iets overstuur. Dat was niet zo'n soepele bocht voor jou. Nee, dat is een soepele muurtje die ik tikte. Oh man, man. Oh, man. Er knalt nog iemand hier tegen de boom aan. Kijk uit voor die fietsrekken daar bij de W. Want hoe vaak ik daar al tegenaan ben gereden. Hoeveel geld heb je? Ik heb op dit moment in GTA. En ik heb geen idee. Ik kan het niet zien namelijk. En eigenlijk moet ik me ook even concentreren op de race, maar... Ik heb een paar miljoen. Ik denk nu 9 miljoen of zo op de game. Maar ik wacht eigenlijk tot er nieuwe auto's uitkomen. Want dan kunnen we die natuurlijk weer gaan tunen. Maar ik hoop eigenlijk... ze zeiden dat er nog een zomerupdate aankwam. Maar dat zal alweer in de zomervakantie pas zijn. Dus dat duurt... ik denk over een maandje of 2 maandjes. Misschien in augustus of zo, zoiets. Ik denk over een klein maandje, denk ik. Ja, dus ik hoop dat er dan wel weer nieuwe auto's komen. Dan kunnen we die ook weer tunen en testen. En nieuwe races doen en weet ik veel wat. Zo wordt het wel weer leuk. Want deze week hadden ze de Vigo Cargo verlengd. Normaal doen ze eigenlijk elke week wat anders. Ja, dus, ja, ik denk wel dat ze iets aan het voorbereiden zijn. En ze zijn natuurlijk de PlayStation 5 versie aan het voorbereiden. Ze zijn wel druk ook hoor. Zo, daar krijgt iemand... ja, dat was die gold hacker. Die kan al de volte... jij ook of niet? Ik faalde, ja. Ik faalde boven, jij faalde onder, ouwe. Yo. Wat een timing dit. Ja, die was... oh, ik ging nog een keer bijna. Oh, ik ook. Die was niet zo lekker. Ja, dat komt... je kan gewoon best wel chill rijden, zeg maar. En dan komt in één keer dat dunne... oh, ik grind hem, ik heb hem nu wel. Dan komt in één keer dat dunne stukje. Dat is tricky, jongen. Nu even afmaken. En boom, dan ben ik tweede. Nice. Awesome. Woe! Dat is wel lekker aan het racen. Ja, degene die eerste is, die heeft hem 2 keer in 1 keer gehaald. En wij hebben natuurlijk eventjes gefaald, maar dat is niet erg. Lekker bezig. Toink, nu alleen nog even naar de finish rijden, dan hebben we hem weer. Nice. Je merkt ook gewoon dat er ook gewoon GTA wat minder wordt. Want ik zie steeds minder races, wel wat races gemaakt worden, maar niet echt super veel als vroeger. Ik heb zo'n goede race gemaakt, jongen. Ik zweer het je. Ja, die moeten we nog gaan racen. Ja, die moeten we nog gaan doen. Ik ben op zich echt wel trots op de race die ik heb gemaakt. Alleen, wacht, zal ik voor de grap eens mijn race opzoeken op Social Club? Hoeveel dislikes die heeft? Wacht. Wacht, ik zweer het, jongens. We gaan die race binnenkort een keer in een video doen.
Maar ik ben er trots op, hè. Ik heb er echt gewoon een paar uur over gedaan. Maar ik ga nu opzoeken hoeveel dislikes die race heb. Nu ben ik benieuwd ook. View profile. Jobs. Hier staat. Oh, dat valt nog wel mee. Hij heeft 19 duimpjes omhoog. En 33 duimpjes omlaag. Mijn race. Ja. Dat valt nog mee. Ja, dat valt nog wel mee. Daar ben ik nog wel trots op. Dat valt nog wel mee. Nou, mijn race is ook in de maak. Ik denk dat ik op ongeveer 50% zit. Kijk. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik denk niet dat Rijn nog een race gaat maken, want die heeft er echt geen zin in. Maar anders doen we gewoon die van ons, toch? Dan komt het ook wel goed. Perry die heeft er ook wel één klaarstaan. Dus dat komt wel goed. Wil je de Lego Bugatti eens laten zien? Nou, die staat gewoon op mijn kast. Maar ik ben nu bezig... Hij is nog niet af, dus vandaar. Ik ben nu bezig met de Lamborghini te maken. Kijk, we zijn al bijna klaar. Alleen ja, er zitten nog geen wielen onder en de voorkant. Ik laat hem bijna vallen. Nou. Als je die laat vallen, ben je echt een lul, jongen. Dan kan je helemaal opnieuw beginnen, namelijk. Maar hier ben ik dus nu mee bezig. Kijk, de spoiler die werkt al. Oh, ja, kijk, die kan omhoog en naar beneden. Dus we komen er nog wel. Maar die moet nog even afmaken. Oh, ik liet hem bijna vallen. Als je die laat vallen, ben je echt een Sjaak, jongen. Wajo. Maxime de Wever die had nog €2,29 superchat genereerd, zegt hoe join je Rockstar? Er staat een reactie helemaal boven in de chat van Mike, die heb ik vastgezet namelijk. Als je naar die link gaat en er is nog plek in de crew, dan kan je hem joinen en dan kan je de volgende playlist ook gewoon meedoen, Maxime. Als je een invite krijgt natuurlijk. Dus op die manier kan je joinen, op dat linkje klikken van Mike in de chat. Of gewoon de crew Jaraski opnames opzoeken, dat kan natuurlijk ook. Wat wou je zeggen? Ja. Er kunnen nog 300 plus mensen in, dus hier. Kijkers kunnen er nog in. Kijk, dus hij zit nog niet vol. Je kan gewoon joinen, hij staat gewoon openbaar ook. Dankjewel voor je €2,29 donatie, Maxime. Super gaaf van, jongen. Dankjewel voor je sport. Echt nu natuurlijk lekker van de stream. Dani had ook nog €3 genist dat Jojan wel de race winnen. Hey, ik was close, bro. Tweede plek, hè. Kom op. Het gaat al beter. Wat is dit? Normally you only find gold in a tomb. After they discovered the latest tomb, deze hebben gewoon een heel verhaaltje erbij gezet. Ik wil eigenlijk alleen maar weten wat voor race het is, jongens. Oké, ik doe 6 laps met contact aan. Wie kat is? Wie kat is. Die wil serieus die titel aanpassen, of niet? Nee. We hebben toch nog geen DNF gehaald, Mike? Kom op. Nee. We hebben hem niet gehaald. Oh, my god. Het gaat een keer fout. Ik weet het, een keer fout. Ja, wie kat is, joh. Nog geen DNF. Nee, Jasper, nog geen DNF. Welke auto zou je kopen voor 1 biljoen? Dan ga ik sowieso voor de Senna. Ik vind de Senna echt een mooie auto. Je hebt ook nog steeds dat roze haar in GTA. Ja, ik heb mijn character nooit meer aangepast. Ik heb wel een keer andere kleertjes aangedaan, maar daar houdt het ook mee op. Oh jongens, waarom heb ik contact aangezet? Iemand knalt me... Dit is een goede beukrace. Daar gaan we, jongens. Succes allemaal! Let's go! Oh, waarom heb ik links gekozen? Dit was de domste route ooit. Mike. Hey, jongens, we moeten een beetje... Oh, hey. Jongens, we kunnen... Ja, laat me dan even die bocht doorgaan gewoon. Zo, even tegenaan rammen. Hop, boosje erbij. Jullie gaan naar links, Mike. Dan ga ik mooi naar rechts, want dan heb ik geen last van jullie. Ja, gewoon even de personen voor je gebruiken als rem. Dat is gewoon het beste wat je kan doen. Ja, dat is de tactiek gewoon, jongen. Weet je wat me echt leuk lijkt? Dat in de volgende GTA, want die wordt natuurlijk met de techniek en alles van nu best wel geavanceerd, waarschijnlijk. Dat je ook gewoon een soort realistische modus aan kan zetten. Dat zeg maar, als je crasht, dan vliegt ook gewoon je voorband of je voorbump en alles gewoon helemaal eraf, weet je wel. Nu kan je eigenlijk zoveel beuken als je wil en op een gegeven moment dan kan je niet meer rijden. Maar ja, dat duurt wel even, dankjewel voor het setje. Ja. Maar je kan niet echt je band of zo eraf knallen, weet je wel, als je crasht. Het lijkt me echt wel vet dat je dat in de volgende GTA wel kan doen. Dat echt wel een realistische game wordt. En dat je knipperlichten kan gebruiken, Rockstar! Jongen. Nee, ik ben benieuwd eigenlijk wat ze gaan doen. Als je echt realistisch wil zijn, dan moet je denk ik gewoon echt gewoon de race games gaan halen. Ja, maar het punt is, er is geen enkele realistische, echt realistische freeroam game. En ik denk dat de enige mensen die dat kunnen maken, dat Rockstar is. Ja. Ja. Maar we gaan het zien, zou ik zeggen. En deze game komt uit 2013, hè? En wat er allemaal in zit is best wel bizar. Dus de volgende GTA die gaat... Ik denk echt dat het zo geavanceerd gaat zijn en zo mooi. Dat wil je echt gewoon... Dat wil je eigenlijk niet weten. Maar ja, wanneer die er ooit uitkomt... Dat is de vraag.
En ja, Rockstar, iemand zegt bij mij, en echte auto's. Rockstar die werkt nooit met echte merken. Ze maken wel de auto's een beetje na, maar ze hebben de rechten van de merken niet. Want of ze moeten daarvoor betalen, of ze willen gewoon niet met andere merken samenwerken voor reclame, weet ik veel wat. Dus ze maken wel altijd auto's uit het echt na. Maar ze veranderen altijd een paar dingen dat ze dus geen last hebben van echte merken en van copyright en rechten en weet ik wat allemaal. Bijvoorbeeld in Forza doen ze dat wel, Forza Horizon. Daar hebben ze echte merken gewoon erin zitten. Maar dat is echt een race game natuurlijk. Dus meer, eigenlijk is GTA meer een freeroam game, maar ja, wij racen altijd. Dus. Bijvoorbeeld bij de Shaft, daar kan je het wel zien dat het een Mercedes is. Soort van logo een beetje. Ja, en bij heel veel kan je zien dat Corvette of een Ferrari of een Lamborghini of weet ik wat het allemaal is. Je kan het, als je een beetje wat iets van auto's weet of je kent net dat type auto, dan weet je het wel. Want de Senna die zit er ook in, hè? De McLaren Senna. Met zo'n raampje, de deur en alles. Ja. Ik weet niet hoe die in GTA heet, maar... Moest lekker tegen die tank aangeknald. Ja. Maar ik rij lekker rustig. Ik ben eigenlijk wel blij mee. We zitten vandaag een keer... in de plek. We zitten... Oh, pas op, hè. We zitten een keer in een aardige lobby waar mensen niet echt beuken. Ik heb net al iemand van de baan gebeukt, dus die zal... Ja, jij bent weer de enige natuurlijk, hè. Het zou eens niet zo zijn, gewoon. Goedenavond, Captain Spooky. Welkom bij de stream, jongen. Ja, eigenlijk moeten we vanavond ook wel een face-to-face doen, niet, Jan? Serieus, Mike? Ja, waarom niet? Jij denkt, we willen 4 uur streamen of zo. Wat denk jij? Ja, af en toe doe ik dat ook wel. Ja, maar als je 1 face-to-face race gaat starten met kijkers, dan ben je minimaal een half uur verder. Minimaal. Ja, dat klopt. En af en toe ben ik zo gek die er af en toe wel 3 doet op een avondje. Ik vind, als jij een face-to-face race hebt van ongeveer 5 kilometer of zo, dan kunnen we hem doen. Dan mogen we hem starten. Ja, jeetje, Mina. Ja, die zijn er wel, die zijn er wel. Goedenavond, John. Goedenavond, Brent. Welkom bij de stream, jongen. Dankjewel. SP Junior, die had nog gloedje nieuw lid geworden van het kanaal. Oftewel gloedje nieuw geabonneerd. Dus dankjewel, SP Junior, voor je support, jongen. Geniet natuurlijk ook van de emoticons en de extraatjes die je erbij krijgt. Hij heeft ook nog eens 1,49 € superchat genereerd met een diamant erbij. Kijk eens aan. En dankjewel voor je support, SP Junior. En welkom natuurlijk in de lidmaatschapcrew. Ik heb er nog geen naam voor, dus we noemen het maar zo. Je kan, als je ook onder de video's bij de way reageert, kan je ook de emoticons gebruiken als je lid bent op mijn kanaal. Dus dan weten jullie dat. Wat zit er allemaal in je computer? Moet je even mijn YouTube kanaal uitchecken, Guus Das. Want ik heb laatst nog een video erover geüpload. Yo, Jelte. Yo, Jente. Yo. Weet jij iets van de PlayStation 5 of die binnenkort op voorraad komt? Nee. Je moet heel veel geluk hebben, wil je PlayStation 5 kunnen aanschaffen. Het beste is gewoon om, als je hem echt wil, dus je wil echt de PlayStation 5 hebben, is gewoon om hem ergens in de pre-order te zetten bij een winkel die je kent. Dus niet bij een onbekende winkel, maar echt gewoon een winkel die goed bekend staat. En dan wacht je gewoon totdat ze hem eindelijk hebben. En ja, that's it. Meer kan je niet doen. Je kan alleen maar wachten, want op heel veel plekken is het niet in voorraad. En ik geef je ook een tip. Ga geen PlayStation 5 kopen voor 1000 euro of voor 700 euro, want het is gewoon niet waard. Gewoon wacht tot die in voorraad is. Aanschaffen en lekker spelen. Doe je ooit mee aan Legend of Gaming? Niet dat ik weet, Krieger. Of niet dat ik weet, Junior. Ik zag Krieger, jongens. Ik zag Krieger in mijn beeld. Dat heb ik ook al gedaan. Dan zeg ik, ben ik bezig in de zin van iemand, van de kijker. Ja, en dan lees je weer wat. Verkeerde naam. Ja. Ik heb het soms ook, hoor. Soms ook zie ik een donatie of zo staan. En dan lees ik zeg maar de naam op, maar dan lees ik het berichtje van de donatie eronder of erbovenop. Dan zit je gewoon heel veel niet op te letten. En denk van, shit, dat is helemaal verkeerd gewoon. Maar ja, kan wel eens gebeuren. Ja, daarom, kan wel eens gebeuren. Christophe van Neuten, die had ook nog gloedje nieuw lid geworden. Dus dankjewel, Christophe, voor je support. Ik zie je ook al in de chat typen, nieuw lidje hier. Dus dankjewel, super gaaf dat je erbij bent. Geniet natuurlijk van de emoticons in de chat. En alle extra's die erbij komen. Iemand knalt tegen de boom, maar lekker bezig. En dankjewel, Christophe, voor je support. Super gaaf van je, dankjewel. Thanks. Wat voor Ford Raptor heb je? Er is er maar 1 in de wereld. Dus. Althans, je hebt generatie 1, 2 of 3, maar ik heb 2. En ik vind 2 ook de mooiste, want 1 die heeft een lelijke voorkant. 3 dat is net een Minecraft Raptor. En 2 die is gewoon soepeltjes. En mooi afgewerkt. Alleen het enige... Gaan,
Ja, deze bocht gaan wat minder soepel. Ik zat tussen twee paaltjes in, ja. Het enige jammer van de Raptor vind ik dat er geen V8 in zit, maar V6. Maar ja, aan de andere kant, hij rijdt ietsje zuiniger, dus misschien is het ook wel handig. Over... Ja, benzineprijzen rond is ook echt gigantisch. Bro, ik reed vandaag op de snelweg. Ik dacht, ik ga even kijken hoe duur het is, hè, de benzineprijs. En ik weet niet of het gewoon mogelijk is dat die machines op 2 euro komen te staan. Maar bij die tank was het 1,99 euro. Ja, echt. Dat kan toch niet? Er staat gewoon tegen 2 euro voor een liter, hè? Ja, bizar. Maar sowieso, bij snelweg is het altijd echt gewoon 10 keer zo. Ja, je moet, als je ooit een rijbewijs haalt, jongens, of je hebt er al één, tank nooit aan de snelweg. Want het is gewoon 30 cent een liter duurder namelijk. Maar het is toch bizar, 1,99,9 voor een liter. Nou ja. Oh. Probeer gewoon nergens gewoon... Er zijn altijd wel sites waar je een beetje kan zien waar een beetje de benzineprijs in je dorp gewoon... Ja, je hebt er gewoon ook apps voor. Nou, ik heb er zo'n chille app voor. Dan kan je gewoon, als je het kaartje opent, dan zie je groen, dan is het gewoon goedkoop. Oranje, dan is het iets duurder, maar valt nogal mee. En je hebt gewoon ook rood. En als je bij rood gaat tanken, dan ben je gewoon niet goed in je hoofd. Dat is veel duurder namelijk. Dus het is wel handig, maar het is gewoon duur, weet je. En als je aan de Duitse grens woont, moet je gewoon in Duitsland tanken. Dan betaal je ook veel minder, maar ja, dan moet je daar wel bij. Of je moet een beetje, want dat heb ik bij mij in de buurt, dat bijvoorbeeld elke vrijdag gaat hij elke keer wat lager dan normaal. En dan moet je eigenlijk altijd gewoon tanken. Ja, sommige zijn ook in het weekend goedkoper of in de nacht goedkoper en alles, maar ja. Kijk, een paar cent is geen verschil. En iemand in mijn chat zegt ook 30 cent is best wel een groot verschil. Maar aan de snelweg is het 1,99 euro. Maar als je gewoon in het dorpje gaat tanken, dan zit je al rond de 1,70 of zo. Ja, dus 1,70 ongeveer. Dat is sowieso ongeveer 30 cent. Per liter. En je tankt ongeveer een beetje 30 liter, denk ik. Of ja, het verschilt wel voor auto je hebt. Ja, of hoe lang je... Ik stond bij de way laatst bij tankstop. Dit is geen grap. Ik heb er een foto van gemaakt. En het staat er op je dashboard van je kan nog zoveel kilometer rijden. Mm-hmm. En ik kon nog 15 kilometer rijden. Toen dacht ik, nou, ik kan even snel naar de supermarkt heen en weer, weet je, geen probleem. En dan tank ik de volgende keer als ik wegga. En ik reed hier op de weg bijna bij mijn huis. En ik zag gewoon nog 4 kilometer kan je rijden. Nog 3 kilometer kan je rijden. Dus ik dacht, fuck! Dus ik draai om, ik rijd zo snel mogelijk naar het tankstation. Ik stond bij het tankstation, je kan nog 0 kilometer rijden. Ik dacht, oeh! I like it. Dus ik was echt net op taal. Ik kon gewoon bijna niet meer verder rijden. Je hebt natuurlijk wel reserve, maar ja, dat is allemaal troep in je tank. Dus dan wil je niet op rijden. Klopt. Maar dat was... Ik zat even niet op te letten. Maar ja, als je maar niet stilstaat, dan komt het goed. En anders moet je het laatste stukje verduwen. Goed. Hey, Mustafa, die leeft ook nog. Die is ontploft namelijk. Ja, ik ben hier mooi de eerste plek aan het warm houden. Ja, ik knalde net 1 keer, reken zelf uit. En de tweede keer knalde ik tegen een pilaar die bij het flatgebouw staat. Dus dat is niet de bedoeling. Het is wel weer een soepele race. Ik heb goede race vandaag uitgekozen. Ik zei aan het begin nog. Ik weet niet of ik goede races heb, maar ik heb gewoon mijn best erop gedaan. Zonder dat ik het door had. Hoe duur is de benzineprijs in België? Mustafa, weet jij dat? Ja, geen idee. Weet iemand dat in de chat, jongens? Want in België is het meestal ook wel goedkoper, namelijk. Waarschijnlijk wel, ja. Heb je het warm? Nee, ik heb het niet warm, jongen. Lekker aircootje. De DNF! Nee, jongens. Oh, ja, kut. Nee. Ja, maar ik kon er niks aan doen. Ik zat veel te veel te praten. Oh, rijd door. Ik ga het niet meer halen, hè. Nee. Voor mij stonden er in de regels dat je... Dat één iemand wel een DNF mocht halen, maar daarna eigenlijk niet meer. Eigenlijk gewoon een reserve hadden. Voor mij, dat hadden we jongens, mijn stream. Jullie hebben het niet gezien. Kijk, waar is mijn game nou, jongens? Hey, hoe gaat het? Hallo, chat. Ben je er nog? Is het al uit beeld, jongens? Of kan ik alweer switchen, jongens? Oh, klik hem even door, jongens. Klik hem even door. Even wachten. Ja, ik breek hem. Jullie wilden mij toch in beeld zien, jongens? Of niet? Ik switch hem wel weer terug. Dat was wel weer genoeg. Ja, mooi dit. Kijk, ik sta gewoon 7 in de playlist. We hebben even weer wat puntjes binnengesleept. Ik weet niet waarom er 0 staat bij de laatste race, maar dat is een glitch. Dat is een foutje. Ja, dat is een foutje van de game. Kan gebeuren toch, dit. Kan gebeuren. Nou, mensen zeggen dat het rond de 1,40, 1,50 in België is. Dus dat is ook vele malen goedkoper.
Oké, nog één contactje dan. Dan mag daarna Mike even een face-to-face race zoeken. Dan ga ik alvast even zoeken. Oké, is goed, is goed. Doei, streak. Hoe bedoel je streak? Welke streak? Jan was... staat gewoon 7e, toch? Ja, ik sta gewoon 7e in de playlist. Oh, welke auto pak ik? Oh, dat vind ik altijd zo lastig. Muscle cars zijn allemaal vet. Nou. Ik denk dat je een beetje een zware auto moet gaan pakken. Ik pak wel mijn Sebra Turbo. En die heb ik mooi getuned. Dat is een mooi autootje. Oh, en nu zit die... Oh, hij staat nu op de Slam Van. Oh, GTA, please. Geef me een Sebra. Niet zo in. Tand doen, alsjeblieft. Thijs 548, die had nog 5 euro genist. Hij heeft 5 voor jou, bro. Hij zegt, hoi Jan, ik volg je al sinds 2015. Awesome, man. En nog steeds ben je mijn standaard video voor het slapen gaan. Goed bezig, Jan. Ga zo door. Dat is de eerste keer dat ik dat heb gehoord, ouwe. Maar dankjewel voor je 5 euro donatie, Thijs 548. Dankjewel voor je support, bro. Al 6 jaar lang zo te zien. En ik zal je vandaag eventjes aan het einde van de stream persoonlijk wel trusten wensen, ja? Dat komt wel goed, jongen. Dankjewel voor je 5 donatie, Thijs. Dankjewel voor je support, Kenny. Alsjeblieft, ik was zo netjes aan het rijden. Oh, die hele... Jongens, de hele groep komt er nu aan. Gassen, Zebra. Nee, Mike! Ja, ik kon er niks aan doen! Ik kon er niks aan doen, bro! Oh, nee. Het is geen kerst, hè, Mike? Even tussendoor. Nee, maar het is altijd cadeautjes geven. Ja, dat is wel waar. Het is een hele jaar kerst, hè? Het is een hele jaar kerst. Oh. Ik vind hem gewoon veel te leuk om gewoon niet te veranderen. Nee, daar heb je wel gelijk in. Oh! Weer Kenny. Ja, weer Kenny, ja. Hey, maar, moest er van, wat neem jij voor auto, bro? Sven, aan de kant. Holy knet, dit gaat echt niet goed komen, jongens. Dit gaat echt niet goed komen. Yep. We hebben nog geen DNF gehaald vandaag. Dus laten we even gewoon soepel doorrijden. Oh. Dankjewel, Thijs, nog voor je 5 euro donatie, jongen. 045... Ah, Kenny! Goddammit, ouwe, weer Kenny! 045 Heerling, die had nog 1 euro genezen. Dat ene kleuter. Kleuters, hoe gaat het ermee in deze warme dagen? Gaat lekker, peuter. En bij mij is het gelukkig niet zo warm in mijn kamer, dus dat scheelt. Maar ik weet bij heel veel van jullie wel met dit weer. Klopt. Klopt, zeg ik dan? Ja, bij mij valt het nogal mee. Zweet je een beetje, Mustafa? Ja, het is warm hier. Ja, dat past wel bij je, toch? Vergeet je aan, dus... Oh, sorry. Gewoon niet aan de kant wegbeuken. Nee, helaas doe je daar niks aan. En het ergste is, je kan wel je raam openzetten, maar als je dan gaat schreeuwen, dan worden je buren natuurlijk ook niet zo blij, dus... En eigenlijk is het nog af en toe gewoon buiten nog warmer, eigenlijk. Ja, maar als je eigenlijk moet je in de ochtend, zeg maar, moet je raam openzetten. En dan zodra het middag wordt, gooi je gewoon alles in je huis dicht. Gewoon alle ramen dicht. En gordijnen dicht en zonwering naar beneden en alles. En dan, zodra het weer rond 6, 7 uur of zo, ga je gewoon alles weer open. Dan valt het nogal mee. Maar ja, het probleem is, als je zeg maar, je PlayStation aan hebt staan en je computer aan hebt staan en je deur van je kamer dicht, dan wordt het wel snel warm in je kamer. Oké, oh jongens, ik zie deze gast gewoon de verkeerde kant op. Sven! Nah, Sven, dit vind ik... Nee, Sven. Jongens, kan iemand even Sven beuken hier, alsjeblieft? Oh, hij rijdt al door. Nee, YouTube-hond, die beukt mij. Dat is de verkeerde vriend. Ik sta wel 11, dus ik moet wel weer even doorrijden. Hoe kan je met die lelijke auto van je zo goed rijden? Nou, je wordt nu aangeschakeld door iemand anders. Hij heeft dat bussen, jongen. Kijk, sommige mensen die rijden ook terug, jongens. Je moet echt gaan opletten nu, denk ik. Oh, kijk, hier komt Sven weer terugrijden. Hier komt iemand anders. Oh, Stijn, die is gebeukt. Twan, oh jongens! Oh my god. Wat een race is dit, joh. Ik wil echt geen DNF voor, jongens. Gaat goed. Alles onder controle. Is ook leuk dat het een muscle car... Mike! Nee! Mike! Ja, nee! De DNF gaat zo lopen, bro. Ben jij gefinished nu? Jij bent ook... Ja, bro, je lag een lap op me voor! Ja, ren er door, joh. Ja, jij zit me te beuken. Ik word weer gebeukt! Oh, nee, de DNF... Ik kan het nog halen, Doe het niet. Kijk uit. Jongens! 15 seconden. Wie kat is? Ik zie de finish op mijn map. Aan de kant! Dank u wel! Oké, niks aan het handje. Alles onder controle. Hoe! 045 Heerlen, die had nog een keer 5 euro genereerd. High 5 voor jou, jongen. Hij zegt, je bent wel slecht omdat je DNF hebt gehaald, hè? Hou wel van je, hoor.
We hebben geen DNF gehaald, Heerlen. Heb je er bewijs van, bro? Heb je er bewijs van? Jongens, we moeten wel die stream even hier naar offline gooien, denk ik. Nee, grapje. Oh, nee, misschien hebben we een DNF gehad. Maar niemand heeft het gezien, dus alles is nog onder controle. Dankjewel, Heerlen, nog voor je 5 euro donatie, jongen. Oh my god, it's Omer. Die had nog 1 euro gedoneerd. En hij zegt, Joey Rasky, vraag je. Kom erop. Wanneer zou je ooit eens Fortnite spelen? Ben je het van plan om eens te spelen of niet? Weet je ook al een nieuwe game voor je tweede kanaal? Jurassic Plays. Om het tweede kanaal gaan we sowieso hopelijk dit weekend of na het weekend beginnen met Ratchet & Clank. Ga ik nog een nieuw deel van de Dark Pictures spelen. Die waarschijnlijk een beetje tegelijkertijd online komen. Er komen natuurlijk ook dit jaar nog nieuwe games uit. Nieuwe Dying Light. Nieuwe weet ik veel wat allemaal. Dus dat gaan we ook allemaal doen. En Fortnite ga ik waarschijnlijk niet meer spelen. Puur gewoon omdat ik het ook niet meer leuk vind. Ik weet wel, Mike die speelt bijvoorbeeld nog wel af en toe. Linda die speelt nog af en toe, dus je kan wel nog andere mensen kijken als je het echt wil zien. Maar ik vind Fortnite zelf helaas niet meer leuk. En als ik het niet leuk vind, dan vind ik het ook niet leuk om te spelen. Dus dan ga ik het ook niet spelen. Dus dankjewel voor je 1 donatie. It's Omer, dankjewel voor je support, jongen. En Maxime de Wever die had nog 2,29 euro superchat geneerd. Ze zegt, kan je iedereen nog eens inviten? Nou, Mike die wilde een face-to-face race doen. Dus je mag er een uitzoeken, Mike. Ja, ik ga hem even uitzoeken. Oké, dan ga ik sowieso ook even Perry opbellen, want die wilde meedoen. Even kijken of die er is, want ik kan die meteen namelijk joinen. En dan komt het goed, denk ik, in de face-to-face race. Mike die gaat even een race uitzoeken, jongens. En dan doen we gewoon, omdat jullie het altijd zo leuk vinden, een face-to-face race. Maar dan wil ik wel even dat jullie allemaal op de duimpje mogen rammen. You can do it, boys. Yes, you can. Horizon gaan we sowieso ook nog een keer spelen. Ja, zeker weten. Je bent een legend en je blijft je ding doen, ondanks de mening van anderen. Wat heb ik toch respect voor jou. Dankjewel, Dirk Willems. Je moet altijd lekker je eigen ding doen, jongens. Behalve als je echt iets verkeerds aan het doen bent, maar dat weet je meestal zelf ook wel. Of je iets goeds of niet goeds doet. Poink. Hey, ik heb een nieuw t-shirtje vrijgespeeld, jongens. De Vinewood Boulevard Radio Shirt. Ja, daar doen we het voor. Dan, dankjewel Christophe voor je duimpje omhoog. Dankjewel. Iemand vraagt waar Ryan er is. Ik krijg letterlijk nu een appje van hem. Ben op de kermis. Eit. Veel plezier. Oh, ik kan niet typen. Broski. Dus dan weet je meteen waar Ryan is. Op tv aan het kijken. In België is de kwaliteit niet best. Dan ligt het waarschijnlijk aan je internet, maar dat kan wel eens gebeuren, ja. Ik ben ondertussen ook even van crew gewisseld, dat ik gewoon kan hosten. Oh ja, is Gucci. Ja, dus, laat maar weten als je hebt geen feit, dan komen we hier zo. Een toepasselijke, denk ik wel, een leuke race. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Oh, weet je als die echt gewoon een uur duurt, hè, bro? Dan word ik boos. Ja, deze moet gewoon een beetje aardig zijn. Ja, dat is wel waar, maar dat zijn ze mensen. Wil je met muur of... Ja. Ja? Ja, doen we met muren, want anders weet ik het wel namelijk. Ik heb hem wel dan eens een keer gedaan. Iemand zegt in de chat, Jan maakt het alleen maar warmer met zijn hete bloesje. Ik vat het op als een complimentje, hè. Zo moet je het doen. Hoe noem je op de PlayStation? Gewoon Jaraski. Hallo, diamantje wel. Ik zei een keer tegen iemand, als Linda me ooit Jaraski noemt, gewoon van, hey Jaraski, kan je een glaasje water voor me pakken? Dan ben ik gewoon weg, ouwe. Dat kan echt gewoon niet. Net zoals ik nu zeg, hallo diamantje wel, hoe gaat het met je? Oh. Yo Jens. Even kijken hoor, 0,45, Heerling had nog 1 euro geneerd, je mag niet liegen van je moeder. Ik ga het haar vertellen. Hey, ik vind het helemaal goed jongen. Want mijn moeder gelooft toch in mij in plaats van jou, Heerling. Ik heb nog geen DNF gehaald, ja. Ik blijf, het gaat nu waarschijnlijk veranderingen komen. Want dit wordt face-to-face. Dankjewel in ieder geval voor je 1 euro donatie, Heerling. Dankjewel voor je support. Gio, die had nog 1 euro geneerd, zegt... yo maatje, lekker bezig met je GTA-stream. Ik ben even op het internet aan het surfen en ik heb naar jou gekeken. Kijk eens aan. Later maatje. Hey, dankjewel Gio voor je 1 euro donatie, jongen. Geniet ook lekker van de stream, bro. En thanks voor je support.
Shano 700, die al nog 3 euro neerzet. Jans tweede naam is DNF. Ik ben Jan DNF Jeraski, jongens. Pas maar op. Pas maar op. Dankjewel voor je 3 euro donatie, Shano. Maar gelukkig heet ik nog geen Ryan, dus dat scheelt. had je al geen feit eigenlijk? Nee, hè? Ja, ik zit je even te zoeken waar je staat. Ja, ik heb je. Oh, sta ik? Oh, ja. Ik wist niet of ik op de lijst stond. Mijn vriendenlijst stond, er stonden weer echt gewoon... eentje die kon inviten, weer 5 weer niet. En... Oh, ja, dat is heel vervelend. Dan moet je helemaal naar beneden. En het ergste is, ik heet Jeraski met een Grieks ijs. Ik sta altijd helemaal onderaan gewoon. Ja, ik was even naar de last job gegaan. Toen kon ik je gewoon apart even inviten. Oh, kijk. Nee, ik ben aan het joinen, man. Ik ben aan het joinen. Dus, ja, dan ga ik de rest even inviten. Nice! Oh nee, Mike, wat heb je uitgekozen? Ik zie het plaatje, ik zie het plaatje, bro! Ja, maar ik dacht, pas ik even de kleur. 16 mil! Ja, maar ik dacht gewoon... Oh, mijn god. Hé, hey, beter start je met 10 man of zo, bro. Jongens, niet joinen, jongens! Ga eruit! Ga eruit! Oh nee. Oké, dit wordt leuk, dat weet ik wel. Even kijken, Koen die had ook nog 3 euro genissen. Zeg dat Koen kon komen zuipen. Hé, hey, lekker jongen. PS Jeraski, ik ben zieke fan. Hé, hey, Koen, je moet even je... Ja, start hem, Mike! Go, Mike! Nee! Sorry. Ja, dat deed je expres. Nee, dat deed je expres. Nu is fucking curry saus gejoined, bro. Ik wou ketchup hebben. Oh, nee, nu zit hij vol. Kut. Oh, dit is echt erg. Dankjewel, Koen, voor je 3 euro donatie. En andere Koen, doe even je schoenen aan en ga even op het terrasje zitten. Want dat moet van de andere Koen namelijk. Nou, gelukkig zijn het 16 man. Eigenlijk had ik liever gewild dat het eigenlijk 30 man is. Nee. Ik ben zo blij dat het maar 16 is. Ik ben zo blij, ouwe. Oh. Ik heb een idee. Voor iedereen die in zijn sessie zit, laat mij met rust... Maar beuk Mike. Dat, alsjeblieft. Dat is alles wat ik aan jullie vraag, jongens. Nou. Prima, hoor. Oké, ik ben er klaar voor. Ik ben er klaar voor. Kom maar. Ik ook. Kom maar. Ja, jij ook moest maar niet met je controle gooien, hè, bro. Nee. Dit is echt erg, jongen. Oh, weet je, dit is gewoon de reden waarom ik zo lang niet meer GTA Vrijdag heb gestreamd. Om die face-to-face races. Maar, nu moet ik er wel aan geloven. Ik kan het niet meer veranderen. Ja. Oh, weet je wat? Bro! De maximaal aantal racers in een race zijn nu toch 30? Ja. Wat als zometeen bij de PlayStation 5 versie dat wordt verhoogd naar 60 of zo? Dan ga je een face-to-face race doen met 60 man, ouwe. Dat zou mooi zijn! Kijk, yo! Ja, maar dat kan... Dat, oh, nee. Ik heb hier... Maar okay, ik denk serieus dat zit wel bij... 30 man later. Ik denk dat niet meer. Nee, ik denk ook, want er zijn al zoveel races uit ook. Dan moet je... Of gewoon... misschien wel speciale races dat je met 60 kan of zo, hoor. Mustafa! Lekker, jongens. Oh. Het zou echt wel vet zijn, hoor, dat je met meer man kan, maar... Rechtsaf, jongens. Sorry, Jan. Oh. Ja, maar ik wil vooraan... Ja. Nee, Mike. Dit je was juist... Nee, dit was... Ja, dank je! Oh, dit... Nee! Ja, het begint nu al. Oh, het begint nu al, Mike. Mike, wat heb je gedaan, bro? Oh, gelukkig. Je kan nog wel redelijk rechtdoor. Omkeren, jongens. Gewoon respawnen. Gaat sneller. Waar is je foto, Jan? Op mijn mobiel. Ik heb geen idee wat je bedoelt, bro, maar... Ik sta gewoon 14e nu. Oh. Kijk, dat willen we horen. Nee. Aan de kant allemaal. Je moet ook ver rechtdoor, jongen. Moet je... Oh, niet achteruit! Wat doe jij? Ik heb hem wel rechtgebeukt, hoor. Oké, we doen de snelle methode. We gaan gewoon weer respawnen. Dat snelle namelijk parkeren, dus dat komt goed. Boost! Oh, ik zie een ambulance. Oh, ik ben onder iemand door. Oh. Yo, pas op, wie is dit? Pas... Mike! Boost! Het gaat nu al fout. Het gaat nu al fout, bro. Dit is echt... Dit was zo geen slim idee, jongen. Ik kijk ook al die rocket voltage. Iemand die vliegt hier, jongen. Oh, ik ben... Ja, maar zometeen komen mensen in een vrachtwagen of een rampbuggy aan. Dan wordt het echt erg. Oh, nee, daar komen ze al. Ja, daar komen de vrachtwagens, nee, jongens. Moes, jongen. Let's go, boys. Vrachtwagen army. Ik heb hem nog. Hey, jongens, Franse croissant is nog bij de ambulance. En hij wordt nu gebeukt. Die gaat er nooit langskomen.
We nemen even de ambulance mee, jongens! Kom maar mee, Franse croissant! Doei doei, Franse croissant! Je neemt mij ook mee, Jan. Oh. Ja, dat is de bedoeling. Jij hebt die deze uitgekozen. Kriegertijd. Hé, hey, Mike. Mike. Nee, Jan. Nee, maar joh! misschien dat ik volgende week vrijdag wel weer live ben, Dean. Maar hou altijd mijn Twitter, mijn Instagram, mijn YouTube en alles in de gaten. Zet het belletje aan. Klik op de volgknop. Subscribe knop. Like knop. Druk op alles waar je op kan drukken, behalve op de de-abonneer knop. Dat vind ik het best. Ja, je mag het me nooit met Jan, hè? Nee, dat... Oh, ik ging er beide voor de checkpoint af. Hey, ik sta wel vierde. Ik ben wel lekker bezig. Dus voor nou, nu vind ik... Nou, ik niet. Oh, ik kom croissant nog tegen. Ja, die is volgens mij nog bij de ambulance, of niet? Ja. Die komt nooit langs die ambulance, ouwe. Ik zie hem ook weer vliegen, want ik ga hem even beuken. Frans en Kroos... Oh, je vliegt er zelf al af. Toppie. Doei, Ruben. Oh, oh mijn god. Doei, Roze. Hop, leuke stream. Dankjewel, Octave. Dankjewel voor je support, man. Wat een voertuig ook, jongen. Wat is dit? Hey, Frans en Croissant heeft zijn ambulance gehaald, jongens. lekker bezig, ja, lekker bezig. Magic, of Magie, die had nog 3 euro genit. Doei, Mike! Doei. Doei, de camper was sterker dan de vrachtwagen, bro. Maar ik denk dat we elkaar nog een keer gaan tegenkomen hier. Hey, moes. Magie, die had nog 3 euro genit en hij... Ja, Jan. Nee. Zie ik er eentje liggen daar? Nee, Mike, ik was er bijna. Oh, nee. Ik heb die boost. Ik zit op die boost. Kijk, we vliegen, Mike. Ik ben aan het vliegen, bro. Ik ga helemaal terug. Ik ben een donatie aan het oplezen. Ik ga helemaal terug. Ja, ik ga wel niet. Ik kan niet meer keren. Er liggen allemaal boost. Ik kan helemaal vol de verkeerde kant op, ouwe. Hij zegt, ik wil eigenlijk ook wel een persoonlijk welterusten berichtje. PS, groetjes aan Mike. Groetjes aan jou, Mike. Groetjes terug. Oh, hey, voor deze, welterusten aan jou, jongen. Maar nog niet geslapen, want de stream is nog bezig. Oh. Hè? Je moet wel voor de stream afkijken. Yo, ben er weer. Yo, Liam, bro. Het is tijd voor vliegles. Daar gaan we. Ik ben er overheen. Ik kan de checkpoint op fucken houden. Ik heb hem gewoon geland. Yo! Je beukt me zo vol over die muur heen, hè? Oké, alles onder controle, jongens. Oh mijn god. Iemand is een carry. Kernobol. Ik ben ook een carry. Oh mijn god. Ik ben een carry! Ja, maar ik geniet hier echt een team van, jongens. Echt waar. Jongens, Mike zit in de rode carry! Oh my god, ja. Nee, ik ben nog niet zo'n rode carry. Nee, maar ik moet ze even afleiden, hè, want dan beuken ze mij. Kut, ik stuur daar. Kut. Ja, maar ik, bro, nee, ik erger is, ik probeer hem te ontwijken, maar we sturen alle twee dezelfde kant op. En Jan. Oh! Ik heb jullie alle drie ontwijken, die was beast, jongen. Nee, laat me gewoon even die checkpoint pakken, jongens. Ja, dankjewel allemaal. Oké, nice. Gaan we even respawnen, want die dingen zo traag. Je let's plays zijn altijd zo snel uit, dat vind ik fijn. Dankjewel, Dean. Ik vind de let's plays ook superleuk, dus als je mijn tweede kanaal nog niet kent, check hem uit. Maar dat is zeker weten leuk. Hé, je gaat me beuken hier, alsjeblieft. Dan krijg je ervan. Hé. Bro, dat ding stuurt niet, man. Oh, Mike. Bam! Oh, wat, ik ben aan het vliegen met die fucking... Met die grote truck. Oh, wat is dit? Blijf op de baan, alsjeblieft. Dit ding stuurt niet! Sturen! hij heeft gelukkig 8-wiel aandrijving, want ik heb hem gewoon nog gehaald nu. Let's go, ouwe. Hier, caddies, kom maar. Oh, ik kan... Ja, de enige die ik heb ben jij, ouwe. Oh, dat vind ik nou mooi. Nee, wat? Jammer. Oh, ik reed vol door je heen, ouwe. Kut, Mike, ik kom even terug. Ik land er wel weer op, joh. Komt goed, hier. Nee, oké. Laat maar zitten. Ja, ik heb zoveel van die zieke plays, dat ik echt gewoon weer afmieten. En dan gaan we weer met die Batmobile weer op. Kom, ja, nee, dat is echt het mooiste. Nee, ik ben er langs. Kom nog mee, Frans en croissant. Oh, thanks for check. Iemand is een bus. Iemand is een bus, bro. Kan iemand me even rechtbeuken? Mike, kan je even... Mike, help me even. Kom. dit is echt erg, ouwe. Ja, ik ben een Mustafa. Oh, Mike. Ik weet niet wat er gebeurt, maar er zitten zoveel turbo's daar. Dat is... Nee, dit meen je niet.
Oh my god. Ik heb hem. Nee, ik niet, ouwe. Oh, ik was ik zo dichtbij, niet. Bro. Ik was zo dichtbij. Hé, hey, niet mijn lach uitlachen, ja? Pas op, hè. Nee, niet doen. Doei, Twan. Nee, grapje. Dat mag wel. Boost. Hé, hey, mensen rijden in die grote truck. Alleen niemand kan ermee sturen. Oh my god. Ik moest even niet boosten. Ik ben zo doorgegaan, ouwe. Oh, iemand vraagt wanneer Far Cry 6 op mijn kanaal uitkomt. Zodra die uit is, want die game bestaat nog niet namelijk. Dus we moeten nog wachten tot die uit is. Maar die Chernobyl heet die is echt zo moeilijk. Die grote vrachtwagen, links, hè? Als je naar links stuurt, dan ga je weer naar rechts. Ja, er klopt helemaal niks van dat ding. Echt helemaal niks. Nou, ik mag weer opnieuw. Zo, alsjeblieft, hè, bro. Ben ik niet een bus? Oh, oh. Ja. Oh my god. Busje komt zo. Oh, Nox, je had geluk. Ja, ik heb de bus in één keer gehaald. Daar ben ik blij mee, want het was even rustig namelijk. Ja, maar die bus is echt zo irritant. Oh, nog 10 checkpoints. Kan je niet mee draaien. Oh nee, ik kan er niks mee doen. Ik vlieg. Hey, Franse croissant. Hey, die Franse croissant is echt een mikpunt vandaag. Iedereen heeft dat. Hey! Die croissant. Iemand rijdt met die ene truck de verkeerde kant op. Wat ben je aan het doen? Ik moet even verkeren. Dat ben jij! Yo, wat ben je aan het doen? Ja, ik ben achterstevoren gemieterd. Ik dacht, wie is er nou de verkeerde kant op aan het rijden? Je hebt gewoon iemand opgeblazen ook. Wat ben je... Mike! Ik lig hier ook op mijn dak. Ja, ik zie je. Ja, je ligt daar achter me nu, ja. Oh, oh, oh! Op! Ja, ik geniet hier veel te veel van. Ik hou van dit soort races. Echt, er komen auto's langs me vliegen, jongen. Spider, nee! Ja, mis, kut! Ik ontwijk de ene en er komt alweer de rest eraan, jongen. Hop. Niet meer beuken, dankjewel. Toppie, dank u. Yo, Jaden, welkom bij de stream, bro. Welkom. Oké, okay, let's go, daar gaan we weer. Sirenes aan. We hebben een spoedgeval, en jongens. Gasten maar. Ja. Doet hij eens mee? Wie bedoel je, Christophe? Veel mensen vragen ook wanneer we weer... Oh, shit. Nee, dat deed je expres. Ik zag je bijbestuur, ouwe. Veel mensen vragen ook wanneer we weer een keer freeroam gaan doen. Maar freeroam hebben we eigenlijk alles al gedaan. Dus dat is heel lastig om nog iets nieuws te verzinnen. Ik zat even rustig gewoon mijn chat te lezen, ouwe. Komt hij weer aanvliegen, die gast. Oh, je bent er net. Yo, welkom allemaal bij de stream als je net bij bent, jongens. Vergeet niet op het duimpje omhoog te rammen. En thanks sowieso allemaal voor de support, jongens. Hallo. Mike, hey, waarom gaat die bus van jou zo snel? Hallo? Ja, omdat ik met die bumbo... Oh, kijk uit! Oh, nee. Oh! Nou, ik kon er precies tussendoor. Wacht, ik rij nog wel door, Mike. Spider ligt zijwaarts met zijn bus hier. Oké, iemand heeft het gebeukt. Nu gas erop. Want ik wil voor die ambulance aan, namelijk. Maar die bus is gewoon zo verschrikkelijk, want dat ding kan gewoon helemaal niks. Nee, maar hij is ook veel te breed. Je hebt er helemaal niks aan. Oké, ik ben Rocket Voltic, dat is wel wat makkelijker. Ik krijg een lichtelijke karma van Franse croissant, want ik word echt gewoon... Ik word gewoon opgewacht door hem nu. Ja, Franse croissant. Goeie naam. Ja, maar hij is een beetje het mikpunt van vandaag, dus hij is er niet heel blij mee, denk ik. Nee, hij heeft al een target gevonden en dat ben ik. Jeetje, Mina. Ambulance. Oh. Ik ben blij dat ik niet meedoe als ik het zo zie. Wow, ik ben random ontploft! Nou, wat is dit nou weer? Waar is Perry? Perry komt echt net joinen, dus hoe gaat die Perry? Ja, lekker hoor. Ja, nice. Wil je zo nog even meedoen? Ja, ik doe zo meteen al mee. Lekker, awesome. Laat nog lekker gewerkt, of niet? Ja, vroeg thuis, hè, dus... Ja, lekker in airco. Hé, wat doe jij?! Daar ga ik het op dit moment niet over hebben. Nou... Een stuk zeker of niet. Hey. Dat de opmerking Jan gaat komen. Ik heb wel een airco, ja. Ik zie gewoon een bus van de ene kant van de baan helemaal dwars om me afsturen gewoon. Ik zei net, Rocket Voltic is best wel makkelijk. En ik haal hem gewoon niet. Oh, die vrachtwagen vliegt. Oh, Mustafa. Ik ben weer helemaal terug waar ik net was. Ik sta nog wel 5, dus alles is eigenlijk nog wel onder controle. Oh. Lekker Jan, dankjewel Mika. Serieus jongens, wat hebben jullie tegen? Jongens. Mike, waarom moet je mij de hele tijd hebben, bro? Ja, ik lig er weer naast. Dat is je eigen schuld nu, hè. Dat is je eigen schuld. Ja. Ik heb niks gedaan, hè. Oké, bus die komt niet zo, want dan ben ik langs. Maar het ergste is, die checkpoints gaan ook steeds verder naar achter. Je moet zo ver op een gegeven moment rijden.
Oh my god, ik word gewoon door mijn medebus persoon gewoon tegengehouden hier. Oh echt? Zal ik je even helpen dan? Nee, nee, Jan, niet doen. Hier, alsjeblieft, Mike. Zo, wow. ga dan lekker liggen, jongen. Wow. Hey, laat het recht, bro. Ik zie je zo meteen wel weer als ik terugkom, hé. Zo, oh. Oh, pas op. Mike, ik moet even respawnen. Dan kom ik er even achter je, ja? Ja, is goed. Ik heb vooral zin in die puntmuts weer, hoor. Wacht, welke? Bro, er rijden hier zoveel bussen. Ik weet niet eens welke jij bent. Ja, oh, daar, je voorste. Nee. Ja, pak hem, Mustafa, nee. Hier. Oh. Oh, Mike, je rijdt toch? Yo, ik kom je inhalen, hoor. Go, vrachtwagen, ja! Nee. Je gaat het! Nee! Hij gaat het gewoon halen! Yo, oké, die was wel beast. Oké, fair enough, die was wel beast. Wat ben ik nu weer? Ook de krier, oké, dat is wel chill. Ik ben er bijna, hè? Nog 6 checkpoints, nog 3 keer heen en weer. Wajo, die was close. Nou, ik vlieg. Gewoon er doorheen beuken, dat werkt altijd. Behalve als er een camper naast je zit. Ben ernaast ligt, of niet? En ik die ernaast lig. Oh, Croissant staat breed en gewoon in dat gangetje. Hey, Perry. Ja, dat ben ik. Wie wil je eigenlijk dat bij Nederland tegen België wint nu je niet meedoet? Ja, België, hè? Nee, wat is het? Ja, maar het ergste is, België staat wel achter, dus misschien komt er wel een aflevering dat je ze even moet komen supporten, hè? Dat je even voor Team België... Nee, dat je gewoon voor hun even mee moet racen, want dan hebben ze meer puntjes nodig. Ja, dan ga ik gewoon spelen op het account van Ryan, maar dan spreekt Ryan wel van. Of je maakt... Ik kom in één keer! Je moet gewoon eventjes een nieuwe PlayStation account aanmaken, genaamd... Provotox België. Ja. En dan kan je even voor België meedoen, want ze liggen wel ver achter namelijk. Dus. Ah, dan. Ik woon bijna in België, dus. Bro, ik deed die remglitch, ouwe. Holy shit. Ik zag je achter me aankomen met slipstream. Ik dacht, nee. Laatst deed je ook alweer, hè? Bij België tegen Nederland. Bij die face-to-face of zo. Had je dat ook weer gedaan? Ja, maar die rem, ik vind hem zo leuk om te doen, ik kan er gewoon niet meer mee stoppen, joh. Oh. Ik had het nooit moeten zeggen. Oh, ja, jij hebt mij geleerd hoe ik die remglitch moet doen, dus nu... Je gebruikt hem steeds Nu kan ik hem heel de tijd gebruiken. Hij is ook heel makkelijk. Ik ben nog nooit per ongeluk naar story mode gegaan, dus alles is nog onder controle. Hier rijdt currysaus. Gast erop, curry. Ik heb het ook eens een keer geprobeerd, currysaus op de Franse croissant. Zo, die ken iemand komt in de... Uh-oh. Zo, ik kon ook niet meer uitwijken gewoon, jongen. Oeh. Oh. Maar er komt een vervolg van Spider-Man Miles Morales. Er komt sowieso alweer een nieuwe Spider-Man aan, maar dat kan nog wel 3 jaar duren misschien. Dus als hij eraan komt, gaan we een let's play, maar dat kan nog wel even duren, zoals ik zei. Bro, er reed iemand naast me en die reed gewoon rechtdoor tegen dat zeppelintje aan die uitsteekt. Die zit gewoon totaal niet op te letten. Zo, die neemt... Nee, Jan ligt ernaast of niet? Nee, bijna. Nee, are you kidding? Oh, er zat daar een boost, bro. Er zat daar een boost. Ik kon gewoon niet langs die camper. Ik stond zo mooi op de eerste of tweede of vierde plek. Ik ga gewoon even niet meer beuken. Ik moet gewoon even normaal rijden, want iedereen rijdt nu voor me. Dus er komt bijna niemand terug. Er komt 1 iemand terug, die komt tegen 10 man aan of zo meteen. Ik ben die golfcar. Oké, let's go. Hey, ik zie weer een... Ik heb ook een liedje over campers, of... Campers. Hé, Mustafa, jongen. Oh, dat gaat niet goed. Oh! Ik lig er weer naast. Oh, de stunt! Yo! Hey, ik heb hem geklutst, jongen. Doei, Mike. Dat is niet normaal. Die was echt sick. Nee, ik heb hem echt sick geklutst. Oké, nu de caddy. Als ik even achter een... Nee, bro. Nee, dat gaan we niet doen met je camper. Als ik even achter iemand kan rijden die me een beetje bescherming kan geven, dan haal ik hem misschien. Zal ik even bescherming geven, Jan? Ik weet niet waar je rijdt. Jij bent ik wil voorbidden nu. Oh, kijk, ik kom eraan, ja? Ja, ik wacht even op je. Het ding is traag ook, jongen. Nou, ik ben er, hoor. Er staat hier een of andere lompe truck. Oh, ben jij die vrachtwagen? Ja, dat ben ik. Oh, thanks. Yes. Thanks, want dan kan ik nu via rechts. Ja, thanks. Let's go, Mike. Iedereen even ontwijken aan de kant. Nice. Dit is wat we willen zien. Thanks, bro. En dan ben ik weer die... hoe heet die truck nou? De Chernobok. Chernobok.
Ja, maar hij is ook heel Jack raar, want hij stuurt met alle vier de wielen of zo, maar hij stuurt echt heel... Heel lomp. Ah, ja, hij stuurt heel raar, dat ding. Mike. Nee. Ja, zo kan je ook iemand inhalen, ja. Nou, Mustafa is eraf. Rij nou even door in dat lompe ding van je, bro. Oh nee, er komt een vrachtwagen aan. Moest je dat hem toch bijna niet? Ik vlieg! Wacht jij dat, Mike? Dat was ik. Ah, je kan echt niet sturen in die vrachtwagen. Dat is echt niet normaal, jongen. Brandon die heeft 3 euro genereerd. Dat Jan geeft Magic Mike een DNF voor mij. Ja, ik doe mijn best, maar... Hij ligt op de 12e plek, dus er is kans. Er is ook al iemand gefinished, want de finish komt nu dichterbij namelijk. Ik denk dat ik een DNF ga halen. Hey, kijk. Maat. Are you kidding me? Maxime. Zo. Maxime, doe even normaal. Ik wil gewoon de finish halen. Oké, let's go. Ik ben vrij. Ik ben vrij om te gaan. Pas op voor de roze vrachtwagen. Dankjewel, Brandon, voor je 3 uur daarnaast. Ik doe mijn best voor je, jongen. Wacht, waaruit Mustafa zit hem? ik wist dat jij het was, jongen. Je bent als... Dit ding is zo niet te sturen, jongen. Ik zweer... Dit ding is zo scheid, jongen. Ik maak echt geen grapje meer. Oh, jij lucky bastard, jongen. Bro, Mustafa is 2 meter voor de jackpot op lof te houden. Hey, Mustafa, vind je het wel leuk, bro? Of valt het wel mee? Oh, ik haat dit. Ja, dat vind ik wel leuk. Dat komt goed voor je. Oké, als ik nou even normaal... Ik ben nu ook dat golfkarretje. Oh, mijn god. Stuur vrachtwagen. Stuur! Dit ding is... Nee! Blijf erop. Gewoon achteruit. Is Jan eraf? Nee, Mustafa is weer oplopt. Ik ben er niet vanaf. Ik ben gewoon even gerespawnd voor de... We moeten het wel wat spannender maken dan het al is, hè. Je bent eraf, volgens mij. Nee. Ik ben gewoon weer aan het rijden, hoor. Nummertje 76 komt eraan. Hallo allemaal hier. Hey Jan. Oh. Doei Jan. Zo, die vrachtwagen rijdt gewoon... Wat is dit? Wat is dit? Jongens, buik me even! Buik me! Iedereen rijdt onder me door, dank je! Ik zit met mijn voorkant vast in die muur! Oh, ik ben los! Dit ding stuurt niet! Die gast heeft precies hetzelfde als mij, ouwe! Yo, Mustafa! Remmen, ik ga gewoon remmen hier voor dit bochie. Ik zie niks. Ik kan niet sturen hier! Wat is dit voor auto, man? Het is echt niet leuk meer! Bro, ik ben nu 6 keer op dezelfde plekken van afgevallen. Omdat ik gewoon niet dat bochtje kan halen door die boost die er zit. Pff. Ik heb je ondertussen ingehaald. Ik sta 10e! En er zit iemand hier me te beuken ook. Ga jij even tegen die Zeppelin aan, doei. Ik zie ook echt alles met een ik hoor jou praten en pas secondes later zie ik het op het beeld. Dan kan je me weer uitlachen, hè. Zero, dit... Ja, maar je kan niks in die truck, hè, Mike? Heb jij hem al gehaald? Ja. In 1 keer? Ja. Are you kidding me? Sorry, Frans en Prasant. Jan. Oh, god. Jan, bro. Ik kan weer ernaast! Nee! Ik kan er niks aan doen! Nee, maar bro, ik hoefde maar 2 checkpoints al 5 minuten lang, hè? Wat een scheidrace, jongen. Arts, echt, die scheidtruck, ik zweer het je. Nee, ik ga gewoon een DNF. Nee. Die ging ook weer een DNF halen, hoor. Nee, ja, maar dit is een bonusrace, nee? Die telt niet mee. Nee, dit is een bonusrace. Maar misschien als je de story mode glitch doet, dan wel kan halen. Ik zit in boog. Dus je nou recht tegen dat ding aan? Ik word gewoon laatste. Ik word oprecht gewoon laatste. Dit is echt niet meer leuk gewoon. Dan rij je nu gewoon 3 van die grote trucks. Ja, maar ik kan hem gewoon niet halen, bro. Dan gaan nu mensen finishen en dan gaat de DNF lopen. Mike, wacht even met finishen. Nee, wacht even met finishen, bro. Ik wil echt geen DNF hierin. Nee. Er komt een vliegende vrachtwagen aan. Ja. Rem, sorry mode glitch, dank u!
maakt niet zo uit, want we zijn een normale bus, zijn we. Dus ik weet niet of we daar zo vrolijk van worden. Aan de kant. Nee. Nee. Maxime, die houdt me tegen. Ik ga gewoon over hem heen. Ja, dat is niet sterk genoeg, jongen. Mustafa, nee. Nee, jongens. Ik ben eindelijk langs die scheidstuk. Je gaat... Nee. Nee, jongens. Jongens, iedereen zit me te beuken nu. Niemand gunt me gewoon hier een mooie finishplek. Ik ben wel blij dat deze vrachtwagen lekker... Wat? Shit, de finish is daar echt gewoon 10 meter naast me. Go! Maar ik blijf... Die kan eens... Nee, 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 niet finishen. Ik hoef alleen nog maar terug. Ik hoef alleen nog maar heen en weer. Ja, mannen, beuk me even. Go, go! Oh ja, nice! De weg is voor me vrij, de weg is voor me vrij! Ik ga geen DNF halen, kom op. Ik hoef alleen nog terug, ouwe. Ja. En die bus heb ik geen last van. Ik hoef alleen nog met die bus terug. Kom op. Keren, 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 bus! Bus! Ik... Oh, dank je. Oké, okay, ik ben er. Ik ben de finish ingeduwd. Nee! Nee! Niet doen! Niet doen! Ik kom op, ik hoef alleen nog terug. Niet finish, jongens. Kom. Mano, help me, Mano. Oké, okay, ik kom ja, nog. Ja, ik ben gefinished. Nee! Nee! Nee, de DNF! Ah, nee, jongens. Ik heb niet 20 minuten voor niks. Ja, ik heb ook een DNF. Oh. Ik moet nog even gebeukt worden. Ik sta me... Ik... Waarom? Waarom, jongens? Waarom? Ik kan hem nu niet meer halen. Ah, are you kidding me? Er komt nog een bus terug ook. Alleen die mist me. Hoe ver? Ik had hem gewoon nog kunnen halen als ik niet gebeukt was. Hier is letterlijk de finish. Dit was een bonusrace, jongens. Deze stelt niet mee voor de titel. Maar uit deze zin te horen wil je er dus nog eentje, begrijp ik. Nee, ik wil niet. Okay. Ik wil niet nog een face-to-face race. Wat een scheidrace, ouwe. Wajo, ik zweer het je, ik kon gewoon niet met die vrachtwagen gewoon finishen. Of doorrijden. Oh, wat erg dit. Nu heb ik het wel warm. Moes. Met een ergo. Ja, ik moet hem denk ik even wat harder aanzetten nu. Want dit... Ik ben aan het zweten, oh mijn god. Oké, ik zal even leaven en dan maak ik nog even een playlistje. Je bent een zwetende wasbeer, hè, Moes? Ja, Zometeen zal die van PlayStation van mij ook wel opstijgen. Nou, hij stijgt volgens mij nu al op, zo te horen. Oh. ja, was niet, het... ik hoor niks, dus als er een opstijgende PlayStation te horen is, dan is die wel van mij, ja. Ja, dat hoor ik, ja. Yeah. Ja, hij staat nog best ver weg, eigenlijk. Ja, ik hoor hem nu al blazen, gewoon. Ja. Gaan we praten over de DNF? Welke DNF? Huh? Chat, waar hebben jullie het over? Huh? Wat is er? Ik heb geen idee waar jullie het over hebben nu. Jullie zijn net wakker, of niet, chat? Was er net wel stream? Ja, ze zijn net in de stream. Ze komen net in tunen. Ze hebben het over DNF. Ik heb geen DNF gezien. Geen idee. Ja, Moes heeft een DNF. Ja, Mustafa die had wel een DNF, maar dat is wel standaard bij hem. Nee. Ryan is je aan het reden, dus ze komen net van hem af. Nee, Ryan is snel naar de kermis gegaan, die wilde niet meedoen. Hij wilde niet verschut staan. Ik voelde de bal langer. Ja. Oké, ik zal even inviten, jongens. Perry en... Mike. Welke DNF? Ja, zie je, kijk, Cat the Spooky zegt in de chat, welke DNF? Ik weet ook niet waar ze het over hebben, jongens. Nu heb je geen smoesjes meer. Nee, nu zijn wel mijn smoesjes aan het opraken. Ja, dus als het nu verkeerd gaat, dan hebben we wel een probleem. Even kijken hoor. Hey, Brandon. Die had gezegd, Jan, geef Jan een DNF voor mij. Hey, het is gewoon gelukt, Brandon. Oh, wat erg dit. Bram Barney dan nog 3 euro geleden. Jojan, doe jij een crypto? En zo, ja, welke? Ga ik niet in de stream zeggen, omdat er heel veel mensen in zitten die niet aan moeten gaan doen. Want dan verliezen ze al hun geld. Bij de week ben ik zo jarig, dus feliciteer me even. Hey, Bram Barney. Gefeliciteerd alvast, jongen. Over 1 uur en 45 minuten waarschijnlijk. En maak er een leuk dagje van, jongen. Dankjewel voor je 3 euro donatie. Bram Barney. Leuke naam ook. Brandon die heeft nog een keer 4 euro genist. En hij zegt, je kan af en toe een pestkop zijn, maar kijk graag naar je. Hey, dankjewel. Het is plagen, hè, jongens. Het is plagen, hè. Pesten doen we niet aan. Ik zal Franse croissant weer even inviten, want die heeft wel een rematch nodig, namelijk. Nee, we pesten niet. We zitten alleen altijd vervelend te doen.
Lekker te geiten zitten. Ja. Oh, wat mooi. Dankjewel nog voor je donatie, Brandon. Je wilt toch ketchup of wat wilde je nou precies? Currysaus is gejoind. Dat is currysaus weer, kijk. Oh, de place is ook maar voor 14, maar ik zal zo meteen misschien nog wel even een nieuwe aanmaken. Even kijken. Het is ook al 9:45 weer, ja? Gaat hard. Ja, gaat snel, ja. Ja, gaat super. Perry doet net mee. Ja, die is net geland met zijn PlayStation. Ja, nou, hij is wel rustiger wel. Nou, hij staat nu op de landingsbaan volgens mij. Oké, ik heb de Krieger. Als we gaan racen, gaat hij langzaam. Bro, die gast heeft gewoon Krieger verkeerd geschreven in de beschrijving. Krijger zeker weer. Ja, Krijger. Krijger. Ik weet niet wie dit was eigenlijk. Maar een nieuwe campersong. Liebuk. Campers. Piep, 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 piep. Nee, ik ga mezelf niet nog een keer zo verschut zetten, jongen. Niet? Ja, was toch goed, nee, joh? Nee, ik had toch gewoon in een half uurtje dat hele ding gemaakt, hè? Die campclips waren ook zo klaar op Ghost, dus dat valt wel mee. Ja, die had je nog in je archief? Nee, hele game zat alleen maar vol met campers. Go! Dan moeten we weer een keer gaan zweten. Oh, daar gaat hij. Ik zit nu al. Ja, nee, ik ben bang dat ik dit niet ga winnen, hoor. Nou, volgens mij zweten jullie sowieso al zonder dat je je PlayStation aan hoeft te zetten. Ja, dat ook, maar... Tijd gaat snel als je een DNF haalt. Gelukkig halen we geen DNF, Spooky. Kijk, kom op, jongens. Dit is een zweetrace. Oh, wij als een hele moeilijke stunt. Dat doet ook een flinke zweter mee, hoor. Dus, Ja, de emmers... Ik ook, maar... Oh, ja, ik ook. De emmers zijn weer gekocht, dus... Ik denk dat we wel weer genoeg kunnen vullen. Ik zit in de badkamer, ik zit in mijn bad. Nee. In de badkuip, ja. FaceTiming te... Het is een moeilijke wallride, jongens. Pas op. Opletten allemaal. Even concentreren. Ik zie helemaal niks. Ja. Gaat goed, jongens. Zie niks niet meer. Ik krijg de huilen als die zometeen wel heel moeilijk wordt. Wie is die gast die eerste staat, ouwe? Ja, die is echt een zweter. En ook een gele auto. Dat is Perry, hè? Perry! Bro, jij pakt echt alles wat je kan om sneller te gaan. Dat is niet normaal. Tuurlijk, joh. Elk buisje, elk randje. Ja, dat is echt niet normaal. Ah, nee. Als je het doet, moet je het goed doen, hè? Zeker. Oh, niet te laag, dan kom je op het muurtje. Oh, iemand crasht. Iris, er zijn er twee gecrasht op de landing. Hey, Perry! Lolo. Ik hou je aardig bij, geen goed vliegtuigje dan. Nee, dat ging niet zo lekker bij. Oh, turtle. Ik zie alleen maar... Oh, nee, daar kon ik niks aan doen. Ik rijd nog. Ik kon er niks aan doen, zag je net? Ik sta nog wel derde. Krijg je zeker een randje aan de bovenkant? Ja, ik had een randje aan de bovenkant. Ze gingen helemaal zijwaarts, maar ik rijd nog door. Ze ging nog net goed. Ik kon hem nog net onder controle houden. Jongen, mijn t-shirt is echt nat. Bro. Dat heb ik gelukkig nog. Moet je nu opstaan, bro, en dan moet je op je stoel kijken. Dan zie je echt zo'n zweetstreep zitten waarschijnlijk. Oh, zo'n plasje. Oh, dat je erin kan zwemmen. Oh, wat erg. Ah, dat is op je kamer, joh. Maar die PlayStation komt zoveel warmte er ook uit, hè. Dat is niet normaal. Eigenlijk is het gewoon altijd met het warme weer, dan wil je eigenlijk gewoon nooit als gamer gewoon gaan gamen. Of je moet een airco hebben. Ja, dat is echt zeker relax, is dat. Ah, ik heb niet te klagen. Nee, gelukkig. Nee, gelukkig zat er mij ook eentje. Ja, ik vind het nu nog wel meevallen, maar... Ja, nu nog wel. Maar tot je nog meer races hebt gedaan. Met elke race wordt het ietsje warmer op je kamer. Met elke race gaat het een paar graden omhoog, bro. Tutut. En dan stop ik denk ik naar deze, hoor. Oh, nee! Oh, ik moest... Ah. Je met de band knuffelen? Ik wachtte te scherpe bocht. Zo, kwam er even niet uit. Oké, lap 2. Je mag voor mij nog wel van een bandje knuffelen, Jan. Hé, hey, Mike! Oh nee, kijk dan, één foutje en je bent gewoon het hele stuk erin gelopen, hè? Dat ik die irritante landing had, hè? Kijk, maar dit ken ik nu uit mijn hoofd. Kijk uit, je moet zo slaan, hè? Even de randjes pakken ze. Oh, ik ga al bijna slippen. Buitenbochie. Naar het binnenbochie. Naar het binnenbochie. Naar het binnenbochie. Nice. Wij zijn zo aan het zweten. Ik wil de podiumplek, Mike! Ik wil de podiumplek! Weten. Jan, ik hoezo geen ze snel? Stipje is steeds verder weg. Hoezo geen ze snel in één keer, bro? Wacht eens even, jij.
ik heb al sommige mensen die in één keer die wasberenkop op hebben en die ook in één keer heel ja, goed zijn. Ja, dus... wacht jij maar tot je zo meteen bij een bocht komt. Dan kan je niet meer sturen in één keer. Hey, jij gaat echt veel sneller nu, dat vind ik niet meer leuk. Dus gewoon, je moet net die topspeed hebben, jongen. En als je die op het muurtje hebt, dan kan je echt in één keer zo uitlopen. Pas op, hè, Mike. Mike, ja, pas op voor de landing. Je durft het risico te nemen. Oké, okay, ja, ik heb hem net aan geland. Net niet op dat stukje aarde. Oké, nu moet ik even goed die turtle slijten, want net ging het hier bij mij fout omdat ik een randje had. Ah, je kan dan wel tijd winnen zometeen bij die bochtjes. Oké, okay, nice. Beetje, ik heb geen randje. Aansnijd, dan... Ik ga gewoon volle gas doen. Mike, ik ga niet van mijn gas af deze bocht. Kan je zo precies in dit randje mee? Mike! Ja, man. Ik heb een volle gas gedaan, Mike! Ja. Oh, jij... Die derde plek. Oh, joh, ik reed bijna voor het randje, want ik zat naar jou te kijken nou, hè. Ik zie je nog steeds. Je gaat een fout maken, bro. Eén fout is genoeg, hè. Ik zie iemand anders. Twan, die vliegt alweer. Die heeft ook een fout gemaakt, bij de way, want we liggen best wel dichtbij hem. Ik ga te ver. Wat doe jij, bro? ik wil dit niet, bro. Ik blijf gewoon op dezelfde afstand van je vandaan liggen. Het is gewoon onmogelijk om je nog in te halen. Oh, maar ik ga ernaast. Ik ben zo slecht. Goed zo, Mustafa. Gelukkig lag je al laatste. Nee, grapje, bro. Oh. Oh, yo, Mike. Zag je die ouwe? Ja, ik zag het eindje. Boy, yo. Oké, niet weer tegen die band aan, Perry. Is eerst lekker bezig, bro. Zeker. Ja, ik was vierde. Man, zo mijn best gedaan hier. Oh, ik kreeg achter jou aan! Bro, ik kreeg achter jou aan! Ik kon ik dacht, waarom ga je helemaal naar rechts? Ik deed hetzelfde! Maar dat moest helemaal niet jou! Het ging op beide fouten, hè? Oké, GG. Vierde plek, stond met het lievelingsgetal, dus ik doe het ervoor. Maar als jij die goede landing had, dan was je echt dichtbij geweest, hoor. Want ik zag dat jij echt... Ja, ik landde zeg maar, ik landde op mijn rechterachterbumper. Dus dat ging niet helemaal, gelukkig landde ik hem nog. Dus het ging nog wel goed. Ah, Perry die moet zich weer even uitsloven, weet je. Dus... Precies. Je hebt er niet zo'n goede band mee. Ik doe een keertje mee, moeten we ook even weer al die opgespannen kracht. Even zweten weer, ja. Al dat geoefend van tevoren, hè. Ja, ik moet helemaal niet werken, maar... ik heb net deze playlist opgekocht, drie keer waarom, aan. Waarom ben je opeens 300 levels omhoog? Ja, zet hem op open. De sessie zit nu vol nog, bro. Ik denk nog één race in deze playlist doen. Dan maak ik heel veel nog een playlist met 30 man. Dan doe ik nog een paar races en dan stoppen we er weer mee. Max is ons ook... Ja, dat zag ik. Ik zal hem zo meteen... Ik doe nog even één race in deze playlist. Dan ook even 30 man, weet je. Je moet nog wel even een race met 30 man doen. Dat hoort erbij. Hey, Franse croissant zit erin! Hey! Let's go, bro! Let's go! Curry saus of een DNF? Dan moet je toch maar je naam ketchup saus noemen, hè? Mayonaise saus? Friet saus? Ja. Ik ga laatst even wat rust alvast, jongen. Als je bij de weg gaat slapen, je kan de stream altijd terugkijken, nee, jongens. We moeten niet even een slaapliedje gaan zingen voor de kijkers die langzaam naar bed gaan. Gewoon laat de stream aan als je gaat slapen, dan pompt Jan op het einde nog even 20 reclames als de stream is afgelopen. Ja, dat kan niet, hè. Dat kan niet. Nee, op YouTube. Kan dat niet? Oh. Nee, je kan niet handmatig reclame. Ah, dat is jammer. Op Twitch wel, maar op YouTube niet. Maar dat doe ik het alsnog nooit, dus dat scheelt. Bij mij zit je veilig. Als je mijn reactie opleest, ben je een legend. Kijk eens aan, de groetjes aan Mike kent me wel. Van Happy Meal, met M-I-E-L. Ook wel Milan. Oh, ook wel Milan. Maar Happy Meal vind ik leuker. Waarom heb je dan niet zelf Happy Meal-lan genoemd? Happy Milan. Ja, Happy Milan. Ik ben echt fan, dankjewel, Winnie. Happy Meal is toch van McDonald's? Nee, van de Burger King. Nee, van de KFC had ik gehoord. Of van de snackbar. Nee, het is van de Mac, ja, dat klopt. Oh nee, ik heb geen boost. Nee. Ja, daar ga je, Perry. Oh, zo, wat heb je hacker in de lobby. Oh, iemand rijdt, iemand pakte de binnenbocht daar, jongen. Dit is een fast-paced race, jongen. Woe!
Dan gaan we boegen, jongens! Oh, shit! Oh, ik heb lag. Fuck, hé. Hoi. Hoi, hallo allemaal. Ja, leuk. Ik maak even een uitstapje. Ja, iemand nam de buitenbocht, jongen. Dat was ik. Ik lag heel de tijd op de zijkant. Ik lig gelukkig nog 6, dus het valt nog wel mee, maar daar ben ik niet zo blij mee. Iemand aan Mike! Hé, Mike, dat had je beter niet kunnen doen, bro. Staat er... Holy knetter, dankjewel. Staat er een container daar? Oh, ik zag je gewoon in één keer stilstaan na dat bord, jongen. Ja, ik wilde gewoon even die container knuffelen. Je was gewoon... Nieuwsgierig. Je was nieuwsgierig wat erachter zat. Hé, is een lekkere stunt, dit. Nee, deze zit... Bro, deze is goed, hoor. Perry, wat zeg je? Deze is supergoed. Oh ja, ik kom op die dummy. Yo, deze is goed, ouwe! Ja? Ik zweek voor een oldschool race, deze is echt goed hoor! Yo! Ja, stiekem heeft Jan deze race al eens een keer gedaan, of niet? Nee, ik ken deze niet, nee. Ah, deze zat net niet in de playlist hoor, toen ik hem oefende. Je hebt snel die playlist veranderd, hè? Oh, nee, ga weg jij, jongen. Dat is wel echt heel smerig, gewoon die playlist van tevoren even gaat oefenen, jongen. Maar dan is het gewoon... Als je het voor de tweede keer doet, gewoon achterover rijden. Of gewoon achterover zitten gewoon. Ja, maar dan ga je ook niet meer concentreren. Ken je het al? Meestal concentreer je meer als je voor het eerst een race doet, dan dat je hem zeg maar voor de tweede of derde keer doet. Ja, anders ga je er te relaxed mee om. Dan denk je, oh, dat lukt wel. Ja, dan denk je, oh, dan komt hij er een chill bochtje aan. Alleen dan gaat het op een gegeven moment fout. Zo, iemand is door dat bord hier ook geknald, jongen. Maar wie staat er nu eerste dan? Paddy, zeker? Nee, ik niet. Nee, Ik sta eerste! Nee. Maar dat klopt denk ik niet. Nee, Twan staat denk ik eerste. Oh nee, ik lig in hem! We liggen samen eerste! Let's go, Twan! Oh nee, nu haalt mij weer in. Shit. Ging bijna fout. Gaat goed. Mij deed hij, de eerste keer deed hij het gewoon niet. Nice! Opgeven. Ja, ik sta tweede. Ik lig echt achter Twan die eerste staat. En ik zit nu in de laatste lap. Bij mij ook niet op dit moment de tweede ronde. Hey. Hij heeft wel ook mooie kleuren. Even mooi falen? Nee, dat doen wij niet aan. Even flippy doen en... Twan, mag ik eerste worden? Hé, hey, Twan, beuk Jan even. Of kan dat niet? Ja, dat kan niet. Behalve als die lief, dan wordt zijn auto nou ook niet meer onzichtbaar. Nou, je hoort het. Maar ik haal hem bijna in nu. We gaan echt snel hier, jongen. Door die ammunition boarden. Hier maar langs de paaltjes. Paaltjes. Nice. Hey, moes, je gaat een randje krijgen. 3, 2, 1. Remmen! Ja, je gaat een randje krijgen. Nee. Jawel. Oh, Twan is gecrashed! Ja. Twan is gecrashed! Oh, dan kunnen we nog tweede worden. Ik lig eerste. Dan moet ik even wachten. Hoezo ga je sneller? Ah, nee. Ja, ik had iets meer geluk, moest. Kom op, stunt. Stunt. Je bent cool. Stunt. Je bent gaaf. Stunt, je bent gezellig. Stunt, ik hou van je, of niet? Nee, dat gaat te ver. Hop, go. Kom op, blijf erop. Nice. Hop, nice. Hop, nice. En wie is er eerste, bro? Boom! Ja, maar Jan, je hebt deze race al gewoon eens een keer eerder gedaan. Daarom ben je eerste. Nee. Dit is gewoon beast, bro. Dit is gewoon beast. Applausje. Applausje voor Jan, jongens. Applausje voor... Oké, wacht. Dat is een beetje eigen ding. Laat maar. Nee, ik heb wel even mijn best gedaan. Gelukkig faalde Paddy. Ik nog tweede word. Echt? Ja, ik word nog net tweede. Nice. Ik haal hem in echt de laatste seconde. Oh ja, Twan is derde. Ja, hij knalde tegen een paal aan in de haven, dus toen ging hij zo goed. Silas, die heeft wel de snelste lap met 1 minuut 2. Holy shit. Die heeft het even snel gedaan, jongen. Wat? 1 minuut 2, dat is echt snel, hoor. Ah, ik krijg elke rondje wel een randje, echt. Dat is niet te geloven. Ja, maar dat... Dan ik een zevende ook. Dat zijn we wel voor je gewend, Mike. Ja, denk je wel. Ik ga wel heel eventjes deze playlist liever. Dan maak ik nog even een playlist aan met 30 man. Dan kan Max nog een paar races meedoen. En dan gaan we daarna er weer mee stoppen voor vandaag. Vind je niet erg toch, Mike? Nee. Ga lekker door. Gucci. Dan moeten we nou speciaal voor Max een nieuwe playlist maken? Nou ja, eigenlijk ook omdat ik met 30 man wil. Dus vandaar. Nee, is goed. Bekende race dit. Nee, Melanie, hou je mond. Ik heb die race nog nooit gedaan. Wat is dit nou? Oh, dit is deze video van zoveel jaar. Nee, ik zweer je, deze race. We hebben al duizenden races gedaan. Volgens mij echt, ik weet niet, volgens mij 6000 of zo. Ik ga zo meteen even kijken hoeveel races we hebben gedaan. Is dit live chat? Jij kan je reactie zien, Rox Sapino. Welkom bij de stream. Mike loopt er steeds de randjes af. Ja, Mike die loopt ze iets te verder af. Die gaat schuren en die blijft doorschuren tot er geen hout meer over is. Even kijken.
Ah, ik vond dat toch een goede race. Even kijken, voor 30 man, 30, 30, ja, voor old school was hij zeker prima. Want ja, meestal zitten daar toch altijd wel wat foutjes in. Nee, daarom. Ik vond hem echt wel vet. Maar kan je dat eigenlijk wel voorkomen eigenlijk, Perry? Of er is wel eens al een keer dat je een randje kunt krijgen of niet? Ja, nee, ja, maar dat is ook heel random. Die randjes zijn volgens mij ook heel random. Want de ene, als je twee laps precies hetzelfde rijdt, dan kan je één lap wel een randje hebben en de andere de lap niet. Dat is... Al maak je ze super, super, super goed of zo, dan zal je altijd nog op een random plekje wel iets krijgen of zo. Ja. Maar het ligt ook voor me ook aan de lobby 30 man of 16 ja, of 10 man. Ja, meer man, hoe groter de chaos. Ja. Ik ga jullie weer in feite, ja jongens. Ja, is goed. Right. Hallo Max. Hallo. Hoe gaat ie ermee? Hey Max. Ja, goed. Ik was even wachten op de juiste timing om wat te zeggen. Ja, zo. Kijk, dat is aardig van je. Maar dit was niet de juiste timing. Je kan beter je mond houden. Probeer maar na deze race opnieuw. Als de stream uitstaat, probeer het dan maar opnieuw houden. Nee, grapje. Ik kan jou niet inviten, Max. Ben je wel online? Ja, ik zit online. Want dan ga ik mijn hele vriendenlijst inviten. Dus dan moet je even snel zijn als je hem krijgt. Moet je even zeggen als je hem hebt, dan ga ik ook de crew in feite namelijk. Ik heb hem nog niet. Ik zal ook even kijken voor Ik heb hem. Jij hebt hem? Ja. Oké, dan ga ik de crew in feite. Jongens, kom erbij. Er kan nu 30 man in. Dus nu kan iedereen nog meedoen die mee wil doen. Want er is plek voor iedereen. En dan is dit zijn de laatste paar races voor vandaag. Christian, nog 3 euro van Israël. Jojan, doe even een shout naar mijn moeder en een shout naar Jens. Hey, moeder van Chris en Jens, shout naar jullie. Dankjewel voor je 3 euro donatie, Chris. Ook shout naar jou, jongen. Dankjewel voor je support, man. Thank you very much. Zo. Het zijn wel 4 stunt races. We kunnen even zweten, jongens. Nice. Nog genoten van het veelste warme weer. Nou, ik vond het, moet ik eerlijk zeggen, ik vond het gisteren te warm. Dus ik heb eigenlijk elke dag wel een beetje in de tuin gezeten en alles. Behalve gisteren en eergisteren. Want toen vond ik het, voor mij is het dan wel een beetje te warm. En dat is ook zo van de plak zweterige vieze weer of zo, weet je wel. Dan... Daar hou ik niet zo van. Maar ik ben wel redelijk bruin geworden, dus komen er nog wel. Jeetje, hoe ben jij bruin, Jan? Ja, pas jij maar op, Max. Oh, voor mij, hè. Oh. Voor mij doen, ja, ben ik best wel bruin. Ja. Ja, ik vind het wel lekker, hoor. Gewoon lekker in de tuin zitten. Is heerlijk. Ja, stiekem is je gewoon naar zo'n salon gaan waar je een beetje kan bruinen. Nee. Daar ben ik echt nog nooit geweest. Gewoon. Nog nooit. Jan Spreeten, we hebben je wat hoor. Ja, zou ik ook zeggen, ja. Oké, let's go. Er is nog plek timen in de crew. Er is nog plek om te joinen. Want er kunnen 1000 man in totaal in. En er zitten er... Hij is aan het laden. 783 in. Dus je kan gewoon nog joinen. Het is gewoon nog openbaar. Dus er zijn nog plekjes over voor je. Dus je kan gewoon nog joinen in de crew. Jaraski opnames of het linkje boven in de chat. Jan, waarom is Ryan zo rijk? Hij stinkt. Hij is stinkend rijk. Wat is dit? Dit is echt... Ik zie veel grappen voorbij komen, maar dit is wel echt de ergste ouwe. Oh shit, hoeveel races hebben we gedaan? Even kijken, wacht. Hier. Ik heb er... 6100! In totaal. 6100. Ik heb maar 1300. Nee, helemaal niet, bro. Nee. Op dit account wel. Ja, op dit account. Hoeveel accounts heb je? 20 of niet? 13.000? Nee, 2. Ik weet niet eens hoeveel races ik op die andere heb gedaan. Nee, ik 6100. Dat is echt wel veel, hoor. Dat is echt wel veel. Nou, die van mij hoeft maar niet op te noemen. Hoeveel zit je? 10k of zo? Oh, 13k denk ik bijna. 13, oh, dat zie ik op dubbele. Maar ja, aan de andere kant boeien, het is toch een leuke game, dus waarom niet? Ik geniet er elke dag van. Daarom, daar gaat het om. En nog steeds eindig ik voor je, dus dat... Oh. Nee. Dus dit nou, jullie trekken gewoon helemaal weg op dit stuk. Ja, ik ben biest, jongen. Ik ben gaan. Ik heb de sfeer te pakken nu. Oh, je kent deze race. Jongen, mijn eigen druk gaat echt omhoog vandaag, dus moet ik niet vaker doen dit. Nee, ik weet niet, mijn auto die had er zin in. Custom controle, alles. Ik hoor niet. Oh, dat is af, jongens. Oh, bocht. Oh, wow, joh, ik flip de weg daar, jongen. Ik pak alleen helemaal geen randjes. Jullie komen zo meteen vol voorbij. Oh, dat pakt iemand een paaltje mee. Daar ga je niet snel Ik neem de binnenbocht. Je kan ook de buitenbocht pakken, even tussendoor. Iedereen knalt gewoon tegen die zijkant. Kan je hier randjes pakken, Perry? Op dit ja, randje? Ja, ja, dat kan. Natuurlijk. Oh! Wie was dat? Doei. Yo, je kan daar niet randjes pakken, jongens, op het einde. Wat Noxie. Oh, kan je hier randjes pakken? Hij pakt een randje. Oh, shit, even concentreren, wacht. Andere camera. Oh, shit. Ik zie niks!
Ik had mijn andere camera moeten pakken. Oh, ik zag op een gegeven moment niks meer met die camera. Oprotten met die camera! Ik cheat hem. Echt? Oh, GG. Wie is hier? Max, ben jij hier? Ja. Oh, even first person. Ik heb ook een verkeerde camera. Ja, dan is het bijna niet te doen, joh. Oh, ja, nu... wacht! Ik heb hem niet. Oh, ik cheat hem bijna. Jongens, ik heb hem weer niet. Hé, waarom... Het ging zo goed. Mijn eigen druk ging omhoog. Mijn eigen druk is gewoon weer helemaal weg, jongens. Het spijt me. Nou, first person. Als ik in de stream ben getuned, gaat het niet lekker, hè? Nou, ik was het eerste, Paddy! Oh ja, het gaat wel lekker. Hé, jongens, wat is dit? Ik dacht dat je goed was. Ja, maar wat is dit voor stunt? Ik kan hem niet halen, man! Ik heb ook niet. Hoeveel... ogen open doen, dat helpt wel. Ja, dat is wel... Dat is wel een goede tip. Ik had mijn ogen dicht. Christel die zegt dat ik mijn ogen open moet houden. Dat is wel een goede, denk ik. En dan zie je meer. Ja, ja. Hey, Max, jongen, let's go. Hey, dit gaat echt niet goed komen, deze stunt. Nee. Gaan we halen, allebei. Ik ben eruit. Nee, die laten lachen. Ja, maar je ziet helemaal niks in die stunt, man. Hoe moet je dit doen, jongens? Ik zie gewoon niks met die camera, man. First person? Ja, maar dan haal ik hem sowieso niet. Nee. First person werkt ook niet. First person kan ik hem sowieso... Dat is lekker, man. Nee, ik kom in third person verder dan in first person. Maar je ziet gewoon geen ene zak op een gegeven moment. Ik zie niks! Dan moet je in je broek kijken als je een zak wil zien. Oh my god. Are you kidding me? Ik ben geen laptop, Perry. Maat, ik ga deze stunt gewoon echt niet halen. Hebben jullie man Mike en Hey Max, ja, ik ga nu voor de tweede keer erin. Ik zie niks. Nee, dat heb ik heel veel tijd! Als jullie nog willen terugkijken, ik ben bang dat hij straks op privé gaat. Nee, ja, maar we gaan geen DNF halen. Kan je zo meteen even... Perry, kan je zo even jouw beeld doorsturen? Dan edit ik dat in de stream en dan... Ja, lijkt nee, dat kan. Het lijkt net alsof ik eerste ben. Oké, ik zet hem nog een keer first person. Maar dan ga ik slippen, man, in first person. Oh, je cheat hem ook gewoon bijna, jongen. Dus, ik vind fucking chill first person, man. Dan zie je precies wat... Ja, maar ik ga... Nee, ik zie helemaal niks. Ik ga slippen als neten, man. Ja, die stunt hobbelt heel erg. Ja, hij hobbelt heel erg, door die gaten die erin zitten. Maar je moet zo min mogelijk sturen. Ja, dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Want als ik niet stuur, dan kom ik ernaast namelijk. dat laden is ook... Dat respawnen duurt ook zo lang. Mike is hier ook. Hallo, maar jij ligt een lap op me voor, of niet? Ja. Oh. Kom je even inhalen. Iemand stuurt deze stunt is onmogelijk. Auwe. Vooral als we lekker in elkaar gaan rijden, Jan. Ja, ik... Oh! Wacht. Ik lig in die stroomtoren. Je moment op pauze staan? Nee! Gaan we liever, jongens. Geen DNF, dat is mooi mislukt, Melanie. Wat, helemaal niet. Deze stunt is echt... Ja, maar Max, jij doet één race mee en je hebt al DNF. Dus jij mag eigenlijk niks zeggen, bro. Ik heb hem al, hoor. Oh, ik had hem bijna. Kan je niet cheaten, jongens? Perry, heb jij of zo... Dat jij geen randjes krijgt of zo? Ja, je hebt mij ook al gelapt, de nummer 4 is het ofzo. Ik krijg een randje bij de landing wel, maar... Ik ben erg. Oh mijn god. Ik weet niet, je kan hem niet cheaten. Ga wel lekker. Als ik nu eerder haal dan jij, dan ben je gewoon... Ja, maar ik ga niet eens één lap halen. Ik kan er niks aan doen, ik ga niet eens één lap halen, bro! Ja, ik ga nu halen, ja. Oké, dat is een deal. Ik ben even aan het respawnen, dus ik moet even 5 minuten wachten en dan kan ik weer. Wat is je Discord? Discord.gg/RaskyGaming. Kom op, ik rij in iemand! Hoe heb jij nou weer gecheat, Max? Ja, hij vloog eruit, ik denk, ik respawn niet en heb ik hem. Jezus, Mina. Noep. Wie heeft deze race uitgekozen? Dit is sowieso... Deze race heb ik niet in mijn playlist gezet, jongens. Wie heeft deze race in de playlist gezet? Hij heeft hem erbij gezet. Ik denk dat Perry hem erbij heeft gezet omdat hij gewoon even eerste wilde worden. Ik denk dat maar dit is op de Kerst 2 playlist, hè? Ja, de playlist heet nog steeds Kerst, ja. Ik ga er nu vol overheen. Echt? Ik kan hem gewoon niet halen, ik zweer het. Het lukt me gewoon niet. Oh, ik kan er niks aan doen, ouwe. Ik kan er echt... Ik neem die DNF wel. Ga maar lekker finishen. Oh, ik, als 12 mensen het hebben het zijn ook 3 laps! Pas 12 man heeft een rondje. En dan moet 10 man finishen. Of 11 man. Dat is niet best. Derde, komt goed. Ja, je ziet het. Ja, maar jij hebt gecheat, Max. Jij hebt weer met geluk bij die checkpoint gekomen. Ja, helemaal niet. Nee. Ik zit gewoon al 5 minuten hiervan. Het lukt me gewoon niet, ouwe. Ja, maar dat zegt wel iets over jou. Kan je niet je gas loslaten en je gaat te langzaam zeker? Ik vind het gewoon bij mij heel bizar. Ik doe 2 keer gewoon niet first person. Ik haal hem gewoon. Dat is echt gewoon...
Ik heb geen idee wat ik hier moet doen, maar ik heb hem. Hallo, wat doe je nou? Je moet die muur op. Ja, dat weet ik, maar dat lukte niet meer, bro. Ja, dan ben je nu mee de lul. Of, ja, maar wat is dit? Nee, ga gewoon naar de overkant. Nee, er zit hier een checkpoint. Nee, komt goed. Oh, er zit een checkpoint. Ik ga nog wel finishen, komt goed. Ik heb nu de eerste gehaald, nu weet ik hoe die moet. Wat is dit nou weer? Dit is wel World Record Space, hoor. Dit is... Ja, maar wat kan ik hier aan doen? Ik heb de checkpoint. Ik kan hier toch niks? Je zit me gewoon uit te lachen nu. Jongens, ik heb hem in één keer. Ik edit er wel even uit. Dat kan in een livestream namelijk. Dat komt goed. Ja, gewoon een zwarte blok voor het beeld zetten nu. Helaas viel hier mijn stream uit. Heel even. Het is nu tijd om de ramglist te doen en mogelijk naar de singleplayer te gaan. Precies, ouwe! Ja, dat wilde ik stiekem tegen jou zeggen. Ja, dat weet ik. Maar ik dacht dat ik nog wel kon finishen. Dus... Nee, ik moet wachten op het goede moment, hè, Paddy. Ik haal de laatste keer niet, jongen. Oh, iemand stuurt namelijk, ik heb hem, maar wel gecheat. Ben jij nou? Oh, Max is in de laatste lap. Ja, ik had hem net wel, toen ik gewoon ietsje rustiger hem deed. Het begint al avond te worden, jongens. Het is een lange race, dit. Volle gas. Ik heb hem weer. Echt? Heb je drie keer? De tweede of de derde? Ik ben super. Ik ga inpakken. Doei. Ik heb er niks aan dat ik je inhaal, want je ligt een lap voor, maar ik heb je ingehaald. Lekker Mustafa. Ja, ik hield het rond, jongen. Ja, ik ga er de hele tijd gewoon naast, maar ik, ik heb... Jongen, wie is het nou derde? Ja, doe maar weer stoer, bro. Ja, Oh, shit! Wajo, dat ging bijna fout. Oké, hier komt de stunt weer, first try, Jan. Oké, first try! Ja, maar ik ga gewoon een beetje remmen, want dan lukt het net wel, namelijk. Moet gewoon een beetje rustig aan, zo. Een beetje remmen, gas los. Zo, hop, 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 beetje gas los, hop, 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 en we hebben hem! Woo! First try, jongen! Zie je, dat is gewoon de tactiek, bro. Ik had het gewoon al 5 minuten eerder moeten doen. Lijkt het snel van begrip. Ja, weet je, alle tijd toch. Oké, nice. En hebben we hem nu meteen nog een keer? Nou, weet je wat het meer is? Ik deed net heel het expres, gewoon wat spannender maken. Oh, haalt Jan een DNF? Klopt de titel van de stream wel? Dat ga je zo moeten. Moet het wel wat spannender maken. Hij moet wel even één mannetje nog inhalen. Ja, ik moet wel even doorrijden. Ik moet wel even doorrijden. Nee, ja, maar we moeten... Als ik het spannender maak, dan maak ik het spannender, hè, Perry. Mike, bij jou gefinished eigenlijk? Ja, 6e plek ondertussen, rustig. En jij, Mustafa? Finished. Oh. Nou zeg. Nou. Roxepino. Jullie maken het niet spannender, jongens. Jullie zijn geen echte entertainers. In één keer. Hey, ik ben meer commentator. Ik zie jou rijden en dan moet ik slaan over. Ga maar stoer doen, bro. Oké, commenteer me dan. Hoe beest ik ben. En we gaan hier met de bocht naar rechts. En de hobbeltje naar beneden. Nee, hij neemt niet de stoep. Wel de stoep. Nee, je weet het niet meer. Hij heeft een glaasje gedronken. Biertje, denk ik. Want hij zicht zag helemaal. Oh, ja, dat is schade. Ja. Maar. Ja, dat kost maar $200 in GTA. Ja, dus. Precies, ze zijn goedkoop hier. Pak die het randje hier links? Nee, ik pak die niet. Jawel! Ik probeer het randje te pakken, jongen. Dat is echt een randje. Ja, hier, pak deze. Hoppa, randje, ja. Hoppa, randje. Kom maar bij de stunt. Randje. Oh, de stunt. Oké. Okay. First try, ja of nee? Ja, first try, we got this. Oké. Een beetje gas los. Ik zie niks! Hij jongens, ziet niks. Iedereen rijdt niet. Ik ga hem cheaten met een driedubbelschot. Nee! Oh! Hey, jongens, ik sta wel 11. Ik kan nog finishen. Ik geef het een 4. Nee, het is geen mooie eindje. Nee, ik kan niet respawnen. Ja, dit was het. Kom op! Ik wil geen game! Dat was het DNA. Laden! Ja. Laden! Wat is dit nou? Ja, we kunnen weer. Nu sta ik 13e, shit. Ik ga eens kijken met nummer 11, Mr. Mai. Oh nee, er is iemand gefinished! Ja. Ja, countertje aan. Ja, maar ik zit in iemand, ik zie niks. Hij is van... Ik word niet zenuwen, want daar heb ik geen last van. Hier, boom, beast. Oh, ik sta 12e. Ik sta 12e. Zometeen finishen. Nee, hoeveel sta ik op hem achter? Kom op! Ja. Ik moet het spannender maken, we maken het spannender! Hij gaat, 3, 2, 1, piem. Oh nee, de DNF. Ja, nu is het spannende moment aangebroken! Dit red je. Ram op de like-knop! We gaan de finishen. Easy. Oh, gaat Jan het halen? Oh, gaat hij het halen of niet? Oh, we maken het wat spannender. Waar is de finish? Oh shit. Nog in. Ik ging met mijn achterkant in. Hey jongens. Geen DNF gehaald. Alles is nog steeds onder controle. Oh. Oeh. Ik krijg er wel even warm van. Zo spannend had ik het gemaakt.
Eind goed, al goed. Daar gaat je titel. Wat? Hé, hey, Melanie, nee. Dit was een mooie 12e plek. Geen DNF. Dat is een gele trainingspak. Ja, het moet eigenlijk oranje zijn, hè? Maar die hebben ze denk ik niet op GTA. Dan moet je even naar de koopman gaan. Daar hebben ze oranje trainingspakken voor je. Zal ik ze toevallig vandaag hangen. Dus. Tipje ook dat hij zegt, ik heb er eentje gekocht. Ik gewoon een heel oranje pak hangen, hè, thuis. Echt? Ja, colbertje, broek, gewoon alles. Ik heb helemaal niks wat oranje is, joh. Ja, een sinaasappel en een mandarijn, maar... Een onderbroek. Ja, en dat lamp... Wat is er groot verschil in zit tussen... Nou goed, vul maar in. Ga je matchmaking aanzetten. De sessie zit zo goed als vol, Nina. Als die ene de grote is van een mandarijn en die andere van een... Als je mee wilt doen, dan kan je sowieso de crew joinen. En dan kan je erbij. Oké, we doen één lap, jongens. Trophy trucks. Eén lap. All or nothing, boys. All or nothing. All easy. Okay. Hier 4,5 mijl. Ja, daarom. 6 kilometer. Jullie deze custom zeker? Ja. Heb je deze niet custom? Dit is een topper. Deze moet je hebben. Bro, lekker, bro. Met 15 miljard en level, ja. Weet ik veel. Dan zeg je het al, met 15 miljard. Hoe ben jij aan die 15 miljard gekomen? Ja, zo kennen we je, Max. Vind je het logisch dat je accounten kwijtraakt? Voor 100 of zo. Ja. Oké, let's go. Maar heel veel auto's heb ik ook niet custom, hoor. Want ik heb gewoon geen geld voor op de game. Nee, Mike ook niet, toch? Die heeft echt weinig. Ook geen geld. Ja, weinig. Heel weinig, hoor. Nee, Mike heeft ook niks, joh. Go! Oké, daar gaan we, jongens. It's all or nothing, hè? Eén lap. Dan mag nog mensen custom, hè? Eén lap. Go! Oh, nee. Nice, gas erop. Oh, hey, wie doet dit? Dat was geen slimmatie van diegene. Remschijf, jongens, remschijf! Incoming. Hé, Perry. Go. Perry, jij cheater, jongen. Ja. Stil. Oh, dit is mijn auto, jongens. This is my car, man. Oh my god, zit hier een reentje. Oh, iemand gaat er bijna naast op de eerste plek. Dit voelt zo anders opeens, hè. Waar blijven jullie, jongens? We liggen keihard eerst en tweede. Ja, maar jij spant eerst, hè? Ja, ik zou ik ook zeggen. Ik span er helemaal achteraan, hoor. Heb je bewijs? Nou, over achteraan de stream gesproken. Ik sta zelf helemaal achteraan. Er stond precies een zwart blok weer voor. Ja, oh, wat jammer nou. Oh, dit, ik heb water. Ik heb zoveel water. Nee! Water. Ik sta gewoon helemaal stil. Yo, nee, dit vind ik niet eerlijk. Die gast die eerste staat, die had helemaal geen... Oh, die bal. Die had helemaal geen water, jongen. Pas op, draai je schijfies. Hop. Waar kan je de Canis kopen? De Canis? Welke auto is dat ook alweer? Geef een klap voor je Canis. Maar zo'n off-road auto is dat. Oh, die kan je dan bij Legendary... Nee, bij Southern San Andreas Superautos.com. In de showroom. Ja. Nee, op de website. Superautos, San Andreas Superautos. Staat hier. Jongen, ik word door iedereen ingehaald. Nee, oh. Ik ga ook zijwaarts. Ik had echt een lach als er een troll achter zat of zo. Oh, doei, Perry! Oh, kut, ik keek naar jou! Ja, dat moet je niet doen. Oh, mijn god, ik keek of jij hem haalde, knokken zelf tegenaan. Lekker bezig. Dit is zo dom. Nu Max me zelfs ingehaald. Met zijn non-custom, hè? Echt? Heb je non-custom? Dit had soepeler gekund. Oh, looping. Hey, doei, Max. Ja, goed. Doei, jongen. Oh! Gelukkig kan jij niet rijden, hè? Gelukkig kan jij ook niet rijden. We hadden beide precies hetzelfde randje houden. Oh nee, dit is echt letterlijk gewoon één lap ook. We zitten nog 10 checkpoints, jongens. Je kan genaaid worden met die landing als je precies in dat gat valt. Holy shit. Zit in dit gat. Ik pak de bovenste. Ik loop er even wat mensen in, hoor. Ik land op dat fucking rampje. Hey, als je de onderste buis pakt, gaat hij veel langzamer, hé. Ja, klopt. Wow, yo. Ik ben blij dat ik de bovenste had. Iemand is beloft. We zijn er bijna, jongens. Ik moest er vaak rijden achter je, bro. Moest je ze aan het focussen? Ja, hij ze gaat concentreren, jongen. Ik wil niet door het water heen. Ik zit bij die buis nou, hoor, want daar kun je zo uit vliegen. Ho! Hey, Max, jongen. Zo, de uitgang van die buis, jongens. Pas op. Ja, pas op voor de uitgang. Pas op voor de uitgang. Hier komt de finish er waarschijnlijk aan. We zijn er waarschijnlijk bijna. Eentje. Woe!
Mike, jij bent ook slecht. Wat nou, zevende? Jullie zijn allemaal slecht, jongens. Perry eerste. Twanny is ook goed, hoor. Twanny is weer tweede, namelijk. Moesten van derde, ik vierde, let's go. Ja, jij deed heel langzaam, hè. Ja. Even spannend maken. Kijk, je snapt hem, moesten. Even spannend maken. Ja, zeker. Kijk. Yo, Maarten, welkom nog bij de stream, man. Van, kan er wat van? We hebben bij de way bijna de 2000 duimpjes, jongens. Dus als je het nog niet hebt gedaan, maak hem even blauw. Ram er even op. Maak hem een ander kleurtje. 100.000 abonnees, dus allemaal even abonneren. We zitten ook bijna op de 1 miljoen abonnees. Dus abonneer even allemaal, dan kunnen we het nu vandaag halen. Nee. Nee, grapje, dat was een grapje. Eigenlijk heb ik er al 1 miljoen, hè, met alle tweede kanalen bij elkaar. Ik ga even lekker een dutje doen, hoort er ook bij, Dexter. Nu hebben we echt bijna de 2000 likes, ja. Zo, jullie zijn snel. Jan heeft 2 DNF's deze stream. Waar hou je dat vandaan, Robben? Robben is de man die de DNF-streaks bijhoudt, maar hij heeft Robben, nu... Even kijken. Hij heeft het nu een keer fout, hoor, Robben. Wat is time-out. Dit nou? Nee, niet doen, niet time-out. Nee! Bro, nu moet je niet time-out! Nee, dit is zielig. Robben, ik ga je even een time-out. Oh, ik weet niet hoe dat moet. Oh, maar ik kan dat geen eens. Dus dat is 300... Ja, dat is alleen verbergen. Ik weet niet dat komt. Oh, Robben, je kan even 300 seconden niet meer praten door Ik moest diegene boven jou hebben, maar ik klik er net mis. Nee. Ja, sorry man. Oh, thanks voor de 2000 duimpjes omhoog, jongens. Dank jullie wel voor de support allemaal. Thanks. Jongens, we zitten bijna bij de 3000 duimpjes omhoog. Dus als je... Nee. Oh, mag niet dan. Jongens, het is bijna kerst. Het is bijna kerst, dus wens even iedereen een vrolijk Pasen in de chat. Tweede kerst. Volgens de playlistnaam. Ja, en een gelukkig nieuwjaar. Ja, dat vind ik een mooie. Oh nee, wat zijn dit voor auto's? Ik pak gewoon de Issy, want ik weet het. Ik ben aan het laden nog. Oh wacht, de Juggler zit snel. Heb ik die custom? Oh, die heb ik custom. Let's go! Nee, ik heb al die allergies kloten, zo. Ik heb al Juggler! Die gratis allergies nog. Ik weet niet welke ik zou pakken. Hoe ziet de map eruit? Hoe lang blijf ik in de crew? Waarschijnlijk lang, want we legen hem niet heel vaak namelijk. Dus waarschijnlijk kan je er gewoon lang in blijven. Dan kan je er mensen geld op mij aan het inzetten, joh. Kan de volgende keer ook gewoon weer meedoen dan als je in de crew zit. Hey, Perry, wat en als je erbij bent. Oké, okay, let's go, boys. Ik ga het tweede worden. Zet die mannetjes geen geld verdienen. Welk cijfer geef je setup? Een 9. Ik wil alleen nog een dubbel stream setup namelijk. Dan een 10. Oké, let's go, boys. Wat is het eigenlijk, joh? Ik heb geen idee. Het zijn 2 laps. Dus als het goed is, een stunt race, ja. Ik heb de auto gekozen die het wereldrecord. Dit is een snelle auto, wat is dit? Holy moly, ik knal ook in één keer naar de derde plek toe. Oh, dit is een chille auto, bro! Mike, heb je deze ook? Ja. Ik heb Mike die. Ik heb een andere. Yo, maar deze auto is... Kut! Ja, ik wist niet dat daar die bocht zat. Ik zat niet op te letten. Ik zag Mike remmen, dus ik ging maar mee remmen. Toen was ik al te laat. Maar deze auto is snel, hé! Jan, zag je mij of niet? Nee, volgens mij... Holy shit, holy shit. Volgens mij gingen heel veel mensen... Daarnaast. Ik zie niks. Die stunt... Die auto die had mij volle bak in op die stunt. Ja, holy shit. Wajo, dit gaat snel! Heb je een checkpoint, Mike? Ja, wow! Hey, deze stunt gaat snel, jongen! Ja, die juggler is gewoon veel te knallen, dit is echt een zieke stunt. Heeft iedereen hem? Ik heb hem, ja. Holy knetter. Deze ging echt snel, jongen. Die stunt is niet normaal, hoor. Ik weet niet eens wat er gebeurde, maar ik heb hem. En ik lig achter Mustafa en zijn IC en ik ben sneller. Hey, bro! Hallo! Hallo! Doei, doei! Dit is echt een goede auto, hoor. Dat wist ik helemaal niet. Ik pak altijd die Issy. Nou, goede auto. Ik lig in de rots. Oh, doe je, Mike. Later. Lekker, Jezus, later. Mina. Ik heb nu podiumplekje. Derde plek. Het zijn ook maar 2 laps. We doen het snel vandaag. Hier een klein beetje afremmen. Dat heeft het alweer opgegeven. Die blijft lekker stilstaan. Oh, er komt die bocht weer. Ik ben geen ezel. Mustafa wel. Oké, daar gaan we, jongens. Voor de tweede keer. Kijken of we weer allemaal in één keer kunnen halen. Wie kan het is. Als we nou gewoon eerste, tweede, derde, vierde kunnen worden, of vijfde, dan zou het echt wel sick zijn. Ja, ik sta zesde nu. Oh, dus, nou kom op, even doorgassen. Ja, dat ben ik aan het doen.
Ja, dan moet Twan alleen, ja, die Twan, die Twan die rijdt mee, die is ook echt wel goed hoor. Oh, ik heb hem weer in één keer, let's go. Ik heb hem weer in één keer. Ik heb hem niet. Kom op, gas erop, juggler. Oh nee, die boom. Kom op, ik kan tweede worden! Of rood stukje is zo close. Die is de eerste. Ja. Ik hè? Oh man, waarom? Ik ga echt volgende keer doen, mogen Twan en jij niet meer meedoen. Dan ben ik namelijk steeds eerst. Ik ben wel derde, ja. Ik heb wel weer een mooie bronzen medaille. Let's go. Ah, oh, dat was een sick race. Deze was nice. Deze was nice. Woe! Dit is de Juggler heet deze auto. Die is echt goed, man, Stijn. Ik weet dat jij... Stijn is ook een zweter. Hey bro, Stijn is ook een zweter. Hij vraagt meteen in de chat, welke auto is dit? Sowieso, hij gaat nu zijn GTA opstarten en hij gaat hem nu tunen, ouwe. Ik zweer het, ja. Gelijk. Hij gaat hem meteen tunen gewoon. Oké, ik doe nog één laatste race, jongens. Vond je hem ook chill voor de bochtjes, of niet? Ik vond hem... Ja! De Izzy trekt wel sneller op, maar op een gegeven moment gaat die Juggler sneller. En hij, voor de bochtjes... Voor de bochtjes... Hij stuurt echt wel fijn, hoor. Pakt je ook aan de weg, net als de IC, of niet? Nee. Maar ik denk dat hij op het asfalt beter is dan de IC. Alleen de IC is off-road, denk ik, beter. Als ik het zo zag. Hoeveel zijn er gefinished? Even kijken. Alleen dat off-road gedeelte was gewoon shit. Ik knalde gewoon door. Ik remde, maar ik knalde door tegen dat boompje aan bij dat uitgang bij het off-road. Dus, maar goed, de rest is best wel een leuke auto, hoor. Ja, het geluid is wel nice, hè? Nou, ik vond hem ook, hij trekt ook echt wel gewoon redelijk snel op. Ik dacht altijd dat die Issy zo snel optrok, maar deze kan er ook wel van. Deze gast is maar aan het cheaten die ik aan het spectaten ben! Yo, kijk, hij rijdt gewoon over het rechte stuk! Franse croissant! Bro, Franse croissant! Je bent... Hij heeft de checkpoint niet. Of ja! Franse croissant, wat een beest! Hij heeft er gewoon twee keer gecheat, ouwe! Wat... Deze gast is echt de baas, ouwe! Yo! Oh, je moet wel de weg volgen, Franse croissant. Ah, hij doet het op zijn eigen manier, dat is niet erg. Ja, dit is de Franse croissant route, jongens. Oh, wat mooi. Oh, dit is de Franse croissant route. dit is voor de special effects, jongens. Oh, dit is voor de special effects. Hij moest even tanken, weet je. Hij dacht dat het een tankstation was. Oh, de cactus. Pas op, dan gaan je banden lek. wat een guy, jongen. Hij heeft wel een stunt gehaald. Oké, nog één stunt race, jongens. Ik ga één lap aanzetten. Dan is het letterlijk nu echt all or nothing. Degene die de stunt in één keer haalt, die is eerste. Dat lijkt me een goede deal. Ik ben goed hard genaaid. In de eerste ronde vlieg ik onder de checkpoint. En de tweede ronde krijg ik een randje. Lekker, Pieter. Ja, dat is wel een beetje vies. Maar daar kan je niks aan doen, toch? Nou ja, beter sturen, maar... Ik zit echt op de burn, hoe noem je dat? De burn reeks. Ja, dat burnt door mij ook wat, maar laat ik het daar maar niet over dat hebben. Dat is je hele lichaam, oh, denk ik. Oh, jongen. Heeft iemand een kaasschaaf bij me of zo, jongen? Moet mijn rug helemaal gaan schrapen, man. Het is helemaal... Holy. Als je nu naar buiten gaat, dan droogt het snel op, jongen. Jezus Christus. Oh... Kijk je wel eens je eigen video's? Ja, ik edit ze zelf, dus ik kijk ze wel na, ja. Oh my god, ik zit in mijn eentje in de sessie. Oh, dat was het jouw laatste race, deze? We gaan wel een keer winnen, hé. Wat? Sukka Doc. Wacht, hot, sweaty laps, around the thick, messic Doc. Oh, dit moet wel op... Oh, dit ziet er niet goed uit. Op oh, dit moet op contact. Ik ga hem wel rijden. Oh, nee, niet op contact. Ja, dit moet op contact. De laatste, ja, maar jij spant vooraan en ik span eenmaal met van die beukertjes. Dit wordt een... Hey Mike, dit wordt een late avond voor je. Ja, maar gelukkig heb ik deze auto gestunt. Oké, dit is helemaal niet gek. Iemand heeft hem, die van 1076, dat is Mike zeker. Bro, Mike is de enige die hem custom heeft. Wat is dit? Is geen custom. Yo, hoezo heb je deze custom? Is die drift, maar bro, ja. hoeveel garages heb je? Heb je 50 garages in die game? Want elke auto heb je custom, ouwe. Nou, niet alle auto's, maar ik heb wel de meeste en ik heb alle garages, dat wel. Yo, ja, dat is niet normaal, ouwe. Zie, ik zit met echt zo'n oerzaai kleurtje en dan staat Mike achterin met een dikke spoor. ja, ik zie hem helemaal achteraan, staat hij ook nog helemaal eentje. Achteraan. Nog eentje heeft er een. Oh, echt? Ik weet niet wie het is. Oh, ja? Oh, godzakker. Oh, pas op, jongens. Pas op, jongens.
Holy. Ik moet echt vooraan blijven liggen. Als je nu achteraan komt liggen, Mustafa, doe aardig. Mustafa, doe aardig! Bro, sorry. Achteraan is het echt superleuk. Mustafa, wat doe jij? Je maakt een wheelie, bro! Kom op, we moeten even normaal doen, Mustafa. Dit is de laatste race, we got this. Ja, ik zit hier in een sandwich hier. Ja, goed zo. Moet je maar geen custom hebben, Mike, dan krijg je dat. Oh, naar links. Roadblock ahead. Toink. Oh, wat is dit? Wat is dit? Oh. Slim, Moes. Dat was heel slim. Geen er langs? Ja, dat was wel slim. Ik ga over je heen, Mustafa. Dit is voor de special effects, bro. Oh, shit. Oh, Mike die gaat erover. Oh, Mike. Mike, dus ja, voor de special effects, Mike. Goed bezig. Oh, shit. Ik vergeet de bocht. Ik heb wel goede races, hoor, vandaag. Nou, vooral met beuken vooral heb ik de zie ik. Kom dus weer, jongens. Ja, we moeten even eerst tweede, derde worden. En Perry DNF, dan is het helemaal goed. Man. Ja, ik sta nu zevende, oh, maar... Oh my god, sorry, bro. Even rijden, jongens. Wie is dit? Elon Mani. Go, 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 go. Oh, nee. Hé, hey, niet je mod misbruiken, hè. Niet je mod misbruiken, bro. Nee. Hey, maar een misklikje kan gebeuren. Hop. Wat kan dingen eigenlijk alweer praten? Oh, Robben kan alweer praten. Oké, gelukkig. Oh. Ik zie je alweer in de chat. Sorry, Robben, jongen. Driftend door de bocht. Ja, ik zal mezelf even timeouten. Nee. Ik ga je mond weg, hè, bro. Pas op, hè. Oh. Ja. Als jij kan dreigen, kan ik het ook, hè. Ah, jongens, dit was de laatste keer dat ik meedeed. Als hij zijn mod kwijtraakt, dan doet hij niet meer mee, hoor. Pas op. Nee, alles voor de mod. Hey, waarom staat er iemand stil? Mustafa, die gaat ons beuken, Mustafa. Nee. Jongens, ik kan nog vierde worden, maar Twan die staat nu vierde en die moet even gebeten. Nee, Twan die gaat even weg hoor nu! Twan! Ja, die gaat nu wel. Ja, hij gaat me nu inhalen. Ja hoor, Twan! Nee, Twan, ik... jongen. En dan ook nog die zwarte... Jij bent echt een lul. Jij bent echt een vieze lul, ouwe. Dit is echt niet leuk gewoon. Nee, ik word nog ingehaald! Ik word nog ingehaald! Nee, nu ben ik zesde, ouwe! Bro, wat is dit, man? Nooit. Nou, dit vind ik jammer. Dit vind ik wel weer jammer. Maar het was wel de laatste race. Ik vond het mooi. Mike die is in ieder geval eerste. Moesten van tweede. Perry vierde. Ik zesde. Max die is in zijn eentje, dus die is eerste. Ja, dat was voor de eerste, hoor. Ja, goed gedaan. En jongens, ik wil je wel even thanks zeggen allemaal voor het meedoen. Want ja, het was super gezellig. Maar ik ga wel weer de stream afsluiten. Wil je nog wat zeggen, Mike? Nou, niet veel eigenlijk. Wil je nog, wat ga je zo meteen doen, Mike? Ik dan gaan we lekker Monopoly spelen. Ja, ik dan. Ik weet niet of het Moes misschien ook nog. Ja. Ja, bij deze. Ja. Nee, Mike, dus, Mike die gaat nog even Monopoly livestream op zijn kanaal. Dus dat, wel winnen dan, hè, Mike? Ja, ik ga mijn best doen. Okay, goed zo. Hoop goed ik zo. Hoor. Goed zo. En dan zeg ik wel allemaal thanks voor het meedoen, jongens. En tot de volgende keer. Yo. Perry is altijd van het snelle. Gewoon, als je weggaat, zeg gewoon doei en dan flikker lekker op je. Nee, thanks voor het meedoen, jongens. Tot de volgende. Yo. 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 Op twee. Ik ga wel de stream weer afsluiten voor vandaag, jongens. We zijn even kijken in totaal weer 2,5 uurtjes live geweest met GTA Vrijdag. Dus het was super gezellig. En ik hoop dat jullie het ook gezellig vonden. Want ik vond het sowieso weer een leuke stream. En een gezellige stream. En ik hoop jullie ook, want daar gaat het natuurlijk om. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Gelukkig hebben we vandaag geen DNF gehaald. Misschien... we hebben er gewoon geen één gehad. Nee, ik kan het me niet meer herinneren. Geen idee meer. Het is al zo lang geleden ook dat ik een DNF heb gehad. Nee. Ik heb geen idee. Thanks natuurlijk ook allemaal voor het kijken. Thanks ook allemaal voor het doneren. Thanks allemaal voor het lid worden. Thanks ook natuurlijk allemaal voor chatten. Voor het duimpje omhoog rammen. Voor het abonneren. Voor alles wat erbij komt. Dat is super gezellig allemaal. En morgen komt er natuurlijk gewoon weer een nieuwe video online op mijn YouTube kanaal. Waarschijnlijk een Cold War video. Zondag komt er weer een nieuwe Nederland tegen België. En misschien dat we vrijdag wel weer live gaan met een nieuwe GTA Vrijdag. Dus hou dat sowieso in de gaten. Want... het was super gezellig namelijk. Volgende keer zou ik geen waarheden meer verspreiden. Nee, is goed, Robin. Was een grapje, hè, bro. Was een grapje, hè, Robin. Ik weet dat ik het altijd bijhoud, jongen. Thanks daarvoor ook. Vind ik leuk. Laters. Melanie, Cat Spooky, Christophe, Winnie, Pieter, Franse Croissant. Hey, Franse Croissant, die reageert in de chat. Ik was de beste, eerlijk. Sowieso, ouwe. 100%. Je was het hoogtepunt van de stream, Croissant.
Mika, dankjewel voor het kijken. Sam, bedankt voor het kijken. Tabon, Jul, Karel, Joas, Youssef, Ricardo, Sam, Daan, Kopkaasknabbelaar, Charlie, Robert, BTC, Magic Jelle, Arda, Tibor, Justin, Dean, Maximizer, Chris, Pieter, Adam, Hopex, Joas, Colin, Matthijs, Stijn, Jul, Killerstein, Ricardo, Totally Mixed Up, Winnie, Dani, Remco, Juri, Wout, Charlie, Finn, Stefan, Fox, Jonker en nog heel veel andere. Jongens, thanks voor het kijken. Thanks voor de support. Ik ga de stream wel weer uitzetten voor vandaag. Dus allemaal heel erg bedankt voor het kijken. Allemaal heel erg bedankt voor alle support die erbij komt kijken. En dan zijn we natuurlijk zo snel mogelijk weer terug met een nieuwe video. Waarschijnlijk ook alweer een keer met een nieuwe stream. Dus houd het in de gaten. Geniet nog even van het nummertje. En tot de volgende keer. Fijn weekend. En bye. Bye. Woe! Trouble.